Er zijn 23 fouten die veel coaches en dienstverleners maken wanneer ze hun eerste 10k maand willen draaien. Ik heb al deze 23 fouten zelf gemaakt en meerdere 10k plus maanden gedraaid nu. Zelfs in april 2024, schrik niet, een recordmaand gehad van €170.000 in cash collected. Dus ik heb ze zelf gemaakt. Ik help ook 150 klanten, 150 coaches en dienstverleners specifiek, die ook veel van deze fouten maken en ik zie ze heel erg vaak terugkomen. Dus met deze video hoop ik jou te helpen aan dat je deze fouten kan voorkomen. Het is een recording van een masterclass die ik recent op LinkedIn heb opgenomen over het behalen van jouw eerste 10k maand. En daarin leer je welke 23 fouten er dus veel gemaakt worden, wat wel de juiste stappen zijn om naar mijn mening te groeien en hoe ik ook vooral zelf ben gegroeid. En allerlei andere best practices om jouw eerste 10k maand te behalen als coach of dienstverlener. Zonder je verder op te houden ga ik nu lekker mijn scherm met je delen en ik wens je heel veel plezier toe met kijken. Oké, right. Het is zelf 10 uur. We gaan mezelf lekker aftrappen. Welkom iedereen. Ik hoop dat jullie een goed Pinksterweekend gehad hebben en nog steeds hebben. Ik ben blij en dankbaar dat jullie hier even komen kijken op deze mooie maandag. Waar we het vandaag over gaan hebben, is de stappen naar 10k per maand als coach of dienstverlener. En vooraf, ik kan niks garanderen, dus weet zelf ook, ik kan niet garanderen dat je dit behaalt. Ik kan ook niet garanderen dat je, als je in mijn programma stapt of iets in die richting, dat je dat behaalt. Ik kan geen garantie hierop geven. Ik kan geen garantie geven op hoe snel je dit behaalt. Dus niet binnen 3 maanden. Misschien duurt het 1 jaar. Misschien duurt het 2 jaar. Misschien duurt het zelfs langer dan dat. Ik kan daar geen garantie op geven. Dus gewoon ook niet omdat ik dit als juridische disclaimer wil zeggen of wat dan ook. Maar alsjeblieft, neem geen dingen aan, of gewoon, leg niet de associatie met, hey, oké, dus hiermee is het allemaal makkelijk of wat dan ook. Want dat zeg ik absoluut niet. Dat is niet het geval. En ik wil niet die verwachting bij jou opwekken. Ook niet als je bij mij in een traject stapt. Want het is geen magische pil. Ik kan het niet zo op die manier bieden. Dit zijn wel, ik zie wel gewoon wat werkt. En die dingen kan ik aan je doorleren. Maar in de realiteit zijn er altijd heel veel nuances waar je zelf rekening mee moet houden. Als je ook wil groeien. Of het nou 10k per maand is. Of je eerste 5k maand. Misschien zelfs je eerste 2k maand. Of hoger. Het is altijd met inputs en outputs. Maar het is afhankelijk van heel veel zaken die je niet allemaal in één keer kan controleren. Dus ik kan echt niet garanderen voor hoe lang het gaat duren. Wat ik wel kan garanderen is, als je zelf deze masterclass kijkt, want ik denk dat dit echt een hele goede masterclass gaat worden. Dat je hier een aantal dingen gaat leren. Omdat ik ook gewoon zie wat werkt nu bij al mijn klanten. Die werken voor jou, die je ook dichter bij jouw eerste 10k maand gaan brengen. En misschien kijk je er toevallig mee als iemand die gewoon geïnteresseerd is en verder wil groeien. Ook dan, geloof me, gaat deze masterclass jou echt heel erg op weg helpen. Want hier komen principes in terug die gewoon voor iedereen relevant zijn. Maar voornamelijk groeien naar je eerste 10k maand als coach of dienstverlener. In de tussentijd, als er zelf bepaalde vragen zijn, ik zal af en toe hier met mijn scherm naar boven slepen. Zo op deze manier. En dan kun je zelf op die manier een vraag stellen in de comments. Als je er bent of als je vragen hebt, dan beantwoord ik ze zo op die manier. En dan gaan we lekker deze masterclass starten, nu alle disclaimers gegeven zijn. Dus om te beginnen heb ik zelf ook een toffe weggever voor iedereen die zelf tot het einde blijft in deze masterclass. Ik heb zelf een 3-daagse challenge georganiseerd op LinkedIn in januari. En in die 3-daagse challenge waren er dus 3 masterclasses. Eentje over consistent klanten uit LinkedIn halen. Want deze masterclass gaat vooral over groeien dan naar 10k en de principes daarover. Deze gaat over consistent klanten uit LinkedIn halen. Over hoe jij een perfecte LinkedIn post opbouwt en mijn persoonlijke LinkedIn strategie voor 2024. En deze wordt nu ook verkocht voor €7, deze bundel. Dus als kassa koopje. En deze wordt ook gekocht. Maar jij mag hem vandaag, als je tot het einde van deze masterclass blijft, mag je gratis krijgen. Dan moet je nu even een comment achterlaten met 3 in de comments. Zijn nog met een klein groepje, dus dan kan mijn team hem straks ook makkelijk terugvinden. En dan sturen wij hem aan het einde van de masterclass naar jou toe. Deze 3-daagse challenge opnames. Dan kun je deze community joinen. En dan kun je deze hier zo gratis bekijken. Dat is zelf het eerste. Oké, wat gaan we dan behandelen in deze video? Het gedetailleerde pad van 0 naar 10k per maand en hoe je in elke fase groeit. Ik heb hier 3 fases staan, van 0 tot 1k per maand. Van 1k per maand tot 4k per maand. Van 4k per maand tot 10k per maand. Dus die 3 fases heb ik hier nu staan. En dan in elke fase het gedetailleerde pad voor hoe je daarin, naar mijn mening en in mijn ervaring, kan groeien. Ook de fouten die daarin vaak gemaakt worden. En dus ook hier wat je in elke fase ook absoluut niet moet doen om te groeien. Want dat zijn dus dingen die ik veel mis zie gaan. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom jij hierop hebt geklikt. Want ik behandel ook in deze masterclass welke 23 fouten ik vaak zie bij coaches en dienstverleners die hun eerste 10k maand nog willen behalen. Dat is een hele goede titel natuurlijk. Of een hele goede opener van, hé, wat zijn nou alle 23 fouten? Misschien maak jij er ook een paar. De kans is groot. Want ik heb er zelf ook heel erg veel gemaakt. Dus daar gaan we straks op in. Dan ook hoe je het allemaal wel doet. Ik heb ze ook geteld. Dat zijn 18 actiepunten die je dan wel kan doen om te groeien. Maar ik dacht, als ik dat nog bijzet, dan wordt het een beetje too much met al die getallen. Dus er zijn ook 18 actiepunten. Daar gaan we het ook over hebben in deze masterclass. Oké, nou, een verwachting voor jou voor hoe het proces eruit zal gaan zien. Dus welke acties het meest impactvol zullen zijn richting de 10k per maand.
Het 80-20 Power Grid, dus dit vind ik echt een hele goeie. Dit is zelf, ik ga straks precies uitleggen waar dit vandaan komt, van wie en waarom dit voor mij zo waardevol is geweest. En nog belangrijker, hoe jij dit zelf ook kan gebruiken om te groeien naar je eerste 10K maand. Dus het 80-20 Power Grid. En de belangrijkste beslissing voor starters. Dat is het laatste stukje, het laatste kopje hier zo. Wat naar mijn mening de belangrijkste beslissing is voor starters om te maken wanneer ze willen groeien naar dus hun eerste 10K maand. Dan ga ik even kijken of er bepaalde vragen zijn. En daarna. Drie drietjes. Oké, nou, welkom iedereen. Geen vragen. We pakken hem lekker door op deze manier. Oké. Nou, hoe jij een strategie bepaalt voor de komende tijd, dat is het eerste even een voorstukje voor jou, voor iedereen die dit aan het kijken is. Kijk, een strategie, de definitie van strategie. Want heel veel mensen zeggen, ja, je hebt een goede strategie nodig. Maar wat is dan een strategie? Er zijn heel veel definities van. Deze maak ik zelf het gebruik van, omdat ik dit het meest praktisch vind. En dat is waar je gelimiteerde middelen gaat besteden voor maximale output. En wat ik hiermee bedoel is het volgende. Want je kan zelf overal dingen, je kan alles doen wat je, of je kan bij wijze van spreken, je kan gaan netwerken. Je kan op LinkedIn plaatsen om klanten te krijgen. Je kan zelf met iemand uit eten gaan die mogelijk een partner wordt. Je kan zelf goede kleren kopen zodat je er beter uitziet op social media. Je kan echt van alles doen om klanten te krijgen. En heel veel mensen die redeneren dus ook van, hey, oké, Michel, is dat niet leuk voor jou om te doen? Is dat niet leuk voor jou? Of kun je niet naar dat event toe gaan? Dan laat je je gezicht toch weer even zien, weet je wel? Maar hoe ik dan denk is, ja, maar als ik naar dat event toe ga, dan ben ik daar 5 uur van mijn tijd aan kwijt. En als ik die 5 uur live ga op LinkedIn, dan krijg ik veel meer klanten. Dus je hebt gelimiteerde resources, gelimiteerde middelen, zoals tijd, zoals geld, zoals energie, zoals aandacht, moeite. Dat zijn allemaal gelimiteerde middelen die je hebt. En je wil dus gaan kijken waar je die wil besteden voor de maximale output. Want je kan ze overal besteden. Ik kan naar dat event gaan, dan krijg ik wat klanten. De vraag is niet of ik klanten krijg, de vraag is waar ik de meeste klanten krijg. En dat is dan op het gebied van klanten, maar zo geldt met alles in het leven. Dat je gaat kijken van, hey, wat is dus de strategie? Waar ga ik mijn gelimiteerde middelen besteden voor de maximale output? En nu hebben we het in deze masterclass over groeien naar 10K per maand. En dan is het dus, oké, wat geeft mij de maximale output in de vorm van sales, in de vorm van winst? Ja, het gaat natuurlijk allemaal om omzet. Het gaat natuurlijk allemaal om omzet. Het gaat natuurlijk allemaal om winst. Alleen, in dit geval reken ik het eventjes met omzet, omdat het makkelijker is in deze masterclass. Maar uiteraard, als je 10K omzet draait, dan is het ook gewoon mogelijk om daar een goede winstmarge of gewoon goed winst mee te draaien. Right? Dus dat is voor mijn strategie: bepalen waar je gelimiteerde middelen gaat besteden voor de maximale output. Denk dus niet meer van, hey, oké, wat kan ik allemaal doen om klanten te krijgen? Maar denk van, oké, waar kan ik alles besteden om de meeste klanten te krijgen, om de meeste sales te krijgen? Dat is het belangrijke. Dus voor jezelf kun je heel eventjes kort nu opschrijven. Dat hoef je niet in de chat te zetten, omdat het een beetje privé is. Mag wel uiteraard, als je dat wilt doen. Dat is wel top voor de engagement van deze masterclass. Maar oké, hoeveel geld heb je momenteel beschikbaar om te investeren? Of om te investeren? Want je kan zelf, als je nu bepaalt. Kijk, ik heb zelf ook zoiets van. Als er geld op je. Kijk, als je. Ik kijk continu voor mezelf van. Hey, het geld staat er op mijn rekening, bij wijze van spreken. Ook eerder, niet alleen nu, gewoon eerder ook. En dan keek ik van. Hey, oké, waar kan ik nu het geld in investeren voor de maximale output? Dus dan wil je gaan kijken van. Hey, oké. Hoe groot is de potentiële reward en hoe groot is het risico, uiteraard? Dus omdat je bij beide kijkt. Het geldt niet alleen voor investeren in assets, maar ook voor investeren in je business. Dus ik zou kijken als ik jou was van, hey, hoeveel geld heb ik nu beschikbaar? Gewoon eventjes voor jezelf, na je buffer en zo, uiteraard. En dan kun je dat noteren. Gaan we straks er iets mee doen. Je hoeft nu geen beslissing te maken of wat dan ook. Maar het is goed om te weten. Want geld is een van de inputs die je kan geven voor output. En als je geld op je rekening staat, dan levert het een bepaald. Is geen financieel advies trouwens. Ook niks hiervan is financieel advies. Dit moet je zelf beslissen. Dit is hoe ik het doe. Alleen de. Kijk, als je geld op je rekening staat, levert het een bepaalde output ook op. Dan krijg je iets van een beetje rente. Maar misschien kun je een deel daarvan ook investeren in een nieuwe funnel of in ads. En dat kan je dan veel meer opleveren, right? Dus op die manier wil je dat ook bekijken. Van even voor jezelf. Ik zou even op een blaadje hiernaast neerzetten als ik jou was. Even onthouden. Hoeveel geld heb je nu beschikbaar om te investeren in groei? Of om je geld te vermenigvuldigen? Dan het volgende. Hoeveel tijd heb je beschikbaar om te investeren? Dus hoeveel tijd heb je beschikbaar om je business te laten groeien, om klanten te krijgen, et cetera. Dat is een ander gelimiteerd middel. Dus hoeveel tijd? Denk maar eventjes voor jezelf, hoeveel uur per week? En dan moet je ook gaan kijken van, hey, hoeveel kan ik echt? Want kijk, dus, hoeveel kan je, hoeveel wil je? Dat wordt dan de volgende discussie, want sommige mensen willen niet in het weekend werken. Ik zelf doe dat wel gewoon, of ik zou het ook gewoon, ik zou het gewoon doen als je je business snel wil laten groeien. Maar het hoeft natuurlijk niet per se. Maar kijk maar van, hey, want sommige mensen hebben natuurlijk ook kinderen of wat dan ook, dus ik begrijp het allemaal. Alleen, kijk hoeveel tijd je te investeren hebt. Dat is het eerste.
Of het tweede. En dan het volgende is hoeveel gefocuste tijd heb je beschikbaar om te investeren? Dus de andere middelen zijn bijvoorbeeld dus tijd, geld, moeite, energie, et cetera. Dus moeite en energie, die kwantificeer ik het meeste in dan gefocuste tijd. Dus hoeveel uur kan je echt gefocust aan je business, dat je echt achter je laptop zit bijvoorbeeld voor je online business. En dat je denkt van, hé, deze tijd kan ik echt gefocust besteden aan taken die mij wat gaan opleveren, die mij echt verder brengen in mijn business. Hoeveel gefocuste tijd is dat? Voor mij is dat vaak elke ochtend. Dus elke eerste 6 uur van de ochtend doe ik dat zelf. Dus gewoon zelf, 4 tot 6 uur is het nu. Dan gewoon echt gefocust werken aan dingen die ik doe. Dus in mijn geval is dat, nou, 6 dagen per week. De 7e plan niet in, maar doe ik soms wel. Maar 6 dagen per week keer 4 tot 6 is rond de 24 à 36 uur per week. Waarin ik echt gefocust aan mijn business werk. En dat doe ik echt. Dus het is gewoon, als je echt hard wil groeien, dan heb je gewoon heel veel tijd nodig. Of heel veel, wil je veel inputs leveren. Dus dan kan je heel veel geld gaan investeren. Of tijd en moeite investeren. Of beide, als je het allersnelst wil groeien. Alleen, dus je wil zelf voor jezelf helder hebben van, hey, oké, hoeveel gefocuste tijd? Dus in mijn geval is dat 's ochtends dan van ongeveer 6 uur tot 12 uur. Dat ik dan gewoon gefocust werk aan mijn business. Gewoon echt aan dingen die belangrijk zijn. Zoals deze masterclass vanochtend voorbereiden. Deze masterclass nu presenteren. Waar ik dan een video van maak die op YouTube komt. En waar ik zo weer meer klanten uit krijg, et cetera. Dus schrijf het even voor jezelf op. Hoeveel gefocuste tijd heb je beschikbaar om te investeren in je business? Ik vind deze kun je wel delen, denk ik. Van even in de chat, dat is wel leuk voor de andere mensen. Mijn tijd is dus tussen de 24 en 36 uur per week. Afhankelijk van hoe laat ik wakker word. Als ik een keertje moe ben, word ik iets later wakker. En dan kan ik daarna weer gefocust werken. Want dan ben ik weer fitter overdag, waardoor ik weer nog gefocuster kan werken. Dat is mijn logica daarachter. Dus ik ben wel benieuwd. Hoeveel gefocuste uren in de week heb jij beschikbaar om te werken aan je business? En als het antwoord heel laag is, dan is het misschien wel feedback dat mijn antwoord 24 tot 36 is. En eerder was het natuurlijk, nu heb ik wel wat meer uitbesteed ook. Maar eerder was het ook altijd om 4 uur per dag. Altijd 2 tot 4 uur per dag gewoon werken. Zo aan de business aan gefocuste zaken. Dus dan was het alsnog tussen de 12 en 24 per week. Ik ben benieuwd. Laat eventjes in de comments weten. Ik zie viraaltjes en drietjes. Viraal en drie. Oké, perfect. 16 uur. Oké, nice. Lekker Peggy. Ik ben benieuwd ook voor de rest. Hoeveel uur kan je zelf gefocust aan je business werken? Nog even mijn drinken inschenken en dan pakken we hem door. Dus als je weet welke inputs jij hebt, dan, ja, dan kun je ook gaan bepalen van, hey, waar ga ik die dus, wat is een voorbeeld van werken aan de business bij jou? Kijk, het is voor veel mensen die hun eerste 10k maand, dus Pieter vraagt, wat is een voorbeeld van werken aan de business bij jou? Veel mensen die dan nog hun eerste 10k maand willen draaien, daar is bijvoorbeeld iets anders. Dit kan hetzelfde zijn, bijvoorbeeld een masterclass voorbereiden 's ochtends op LinkedIn. Of een masterclass voorbereiden, die dan presenteren, daar een opname van maken. Dan kun je die opname van die masterclass kun je gebruiken als weggever of als YouTube-video. Waardoor je eigenlijk iets heel een waardevolle asset bouwt die je later weer kan gebruiken om klanten te krijgen. Dat is eigenlijk dat is bijvoorbeeld werken aan mijn bedrijf. Dat ik echt nieuwe LinkedIn-lives met nieuwe content creëer. Die dan steeds weer allemaal verspreid kunnen worden op alle kanalen. Wat mensen weer kunnen kijken. Om dan zo indirect door alle waarden die ze krijgen klant te worden. Dat is bijvoorbeeld voor aan het bedrijf werken. Voor mij is het bijvoorbeeld voor aan het bedrijf werken ook mijn cursus maken nu. Of mijn programma verder optimaliseren. Daar ben ik de afgelopen 2 maanden heel druk mee bezig geweest. Dat ik dan gewoon die 24 tot 36 uur vooral bezig was met video's. Dus dit soort bestanden maken voor de video's. Dus dan niet voor marketing, maar voor video's. En die dan schieten. Dat is eentje voor aan het bedrijf werken. Het is ook strategisch nadenken. Strategie bepalen is een voorbeeld daarvan. Of acties uitvoeren zoals voor recruitment. Bijvoorbeeld nu zoeken wij echt de beste van de beste marketeer. Dus gewoon een marketeer copywriter die echt gewoon de beste van Nederland als het ware. Gewoon dat wij kunnen daar zo, we kunnen diegene echt iets heel goeds bieden ook. En hij kan ons echt een waanzinnige businessgroei opleveren. Dus dan is het oké, wat ga ik allemaal doen om dan aan het bedrijf te werken en die beste marketeer te vinden van Nederland, die dan bij ons zelf in de business kan komen werken. Dus het is een beetje afhankelijk van wat aan het bedrijf werken is. Kijk, je wil zo meteen, gaan we ook in deze masterclass doen, gaan we bepalen van, wat is nu op dit moment de belangrijkste prioriteit voor jou? En eigenlijk wil je dan zoveel mogelijk van jouw middelen in dat stuk stoppen. Dus het is een beetje contextafhankelijk, maar echt in zaken die het balletje naar voren laten rollen. Dus niet, bijvoorbeeld wat niet aan het bedrijf werken is, dat is bijvoorbeeld mailtjes beantwoorden of WhatsAppjes beantwoorden. Of wat is het? Bepaalde mensen chatten op LinkedIn die niet gekwalificeerd zijn. Bijvoorbeeld, dat is totaal niet aan het bedrijf werken. Of bellen met een klant zo niet aan het bedrijf werken. Tenzij bijvoorbeeld later weer een partnerschap kan. Dat is weer anders. Allemaal contextafhankelijk, maar ik denk dat je enigszins snapt wat ik bedoel. Dus voor mij is aan je bedrijf werken, is dus kijken van, oké, deze strategie, wat zijn dan de dingen die ik hier moet doen om dus de output te realiseren? En dan daar je volledig op focussen. Ja,
Dus de beste business-eigenaren die denken als investeerder. Ik was zelf in, op 22 april was ik bij Alex Ramosi in Las Vegas. En we hadden dus, er is echt een onderzoek geweest, wat dus de beste CEO's kenmerkt. Dus oké, wat onderscheidt een goede CEO nou van een minder goede CEO? En heel veel mensen dachten heel veel verschillende dingen. Maar het antwoord was, de beste CEO's die denken als investeerders. Wat bedoelen ze daarmee? Kijk, een investeerder, dus stel je voor je hebt kapitaal beschikbaar, dus bijvoorbeeld geld beschikbaar om te investeren, of om te investeren, dan denk je van oké, waar kan ik dit gaan inleggen om met zo min mogelijk risico het maximale return te krijgen, de maximale return te krijgen. Dat is wat een investeerder doet. En hij zei, bedrijfseigenaar of CEO's denken als investeerders, dat zijn de beste CEO's. Dus dan kun je kijken van hey, wat zijn al mijn resources, mijn middelen, en hoe kan ik die optimaal besteden voor de maximale output. Dus als jij momenteel teamleden hebt, dan, dus je kan kapitaal zijn, het kan ook human resources zijn, dus teamleden, dan wil je ook kijken van, hé, hoe kan ik hun tijd optimaal gaan besteden en hun energie optimaal gaan besteden om daar weer de maximale output uit te krijgen. Dus de beste business-eigenaren die denken als investeerder, en ik heb zelf ook een masterclass gegeven over al mijn inzichten uit de workshop van Hormozy. Ik heb daar zelf $5000 voor betaald en ik ben 24 uur, of gewoon in totaal gevlogen naar Vegas en noem maar op. Dus er zitten echt heel veel waardevolle lessen in. Mocht je die ook graag gratis willen ontvangen, de workshop van Hormozy, of de training, niet de hele workshop van Hormozy, maar de training over mijn grootste inzichten uit de workshop van Hormozy, laat dan maar even een comment achter met workshop. En dan sturen we je die training ook toe via de LinkedIn DM. Dus dan kun je hier zo workshop achterlaten en dan ontvang je hem gratis in je inbox. Ja, wat je dan eigenlijk wil doen is na deze video, dus nu, of niet na deze video, dit is gewoon helemaal live, jongens. Kijk, dit is helemaal live, dus dit is geen vooropgenomen video. Maar na deze masterclass wil je eigenlijk voor jezelf, dus dat is van tevoren, we gaan straks nog in op, hey, oké, wat zijn dan voor jou de acties die je kan uitvoeren met impact? En dan wil je dus gaan kijken van, hey, oké, hoe ga ik, waar ga ik me als eerste op focussen? En een voorbeeld, deze is van mij. En dit kan een beetje onduidelijk zijn nu, dus ik ga het even allemaal zo uitleggen. Maar dit is zelf een bestandje wat gewoon echt van mijzelf was. En ik dacht, hey, ik laat het jullie gewoon eventjes zien, heel kort. Hier hoef je niet alles van te begrijpen. Maar zodat jullie ook snappen hoe ik dus zelf keuzes maak in mijn business. En bepaal van, hey, oké, waar ga ik mijn tijd en geld in investeren? Nou, dit is dus zelf een voorbeeld. Gewoon een los Google Docs bestandje van mij, recent. Deze is zondag gemaakt. Nou, dan hier zo is het belangrijk, of de eerste staat er taken die belangrijk zijn, dus taken met leverage, nou, die marketeer vinden, copywriting coach vinden, et cetera. Dus de, nou, dus hier staan allemaal taken, maar wat ik dan vervolgens doe, dus ik ga eventjes door voor jullie, want anders is het een beetje te onduidelijk. Kijk, hier zo vind je straks allemaal taken die je kan uitvoeren. Dus bijvoorbeeld hier zo, bij mij is één taak e-mail marketing implementeren, en de volgende is de pagina van de contentkalender optimaliseren. En dan na een nieuwe appointment zetten recruiter die video outreach gaat doen. Ik pak even deze drie voorbeelden. Dus laat je niet overwhelmen door alles wat er staat. Het is best wel simpel, dus blijf bij me. Oké, deze drie taken zijn opties die ik kan uitvoeren om dus meer sales calls te gaan genereren voor mijn business. Dan zet ik hier zo bij van oké, hoeveel impact heeft het? Dus dan staat hier bij e-mail marketing 3 calls per week. Right? Dus 3 calls per week. Misschien is het iets meer, maar de geschatte impact die ik dan hier zo noteer, als ik e-mail marketing beter ga implementeren, want we doen het dan, maar nog beter, is een 3 extra calls per week. Nou oké, dan is het de pagina van de contentkalender optimaliseren. De impact daarvan is 10 calls per week. Waarom? We hebben nu zelf op Facebook Ads een contentkalender funnel lopen, die nog niet break-even draait, maar wel redelijk, of gewoon, nu zit hij ongeveer op de helft. Dus ongeveer de helft daarvan is de adkosten krijgen we terug. Wat het eigenlijk inhoudt is, oké, voor elke 2 euro die wij in ads stoppen, komt er direct aan de achterkant alweer 1 euro terug uit de contentkalender, omdat mensen direct een mini-cursus kopen, genaamd de LinkedIn Catapult. Dus als ik die pagina verder kan optimaliseren, en ik ervoor kan zorgen dat, dat er 2 op 1 euro erin, 1 euro eruit wordt, dan kan ik gratis gaan adverteren. En dat is natuurlijk super goed voor de business. Dus daarom staat de impact hier, 10 calls per week. Nou, set een video outreach. Nou, dan zei ik hier, oké, een extra 5 calls per week. En dit is dus een appointment setter die dan voor mij video outreach zal gaan doen op LinkedIn. Dus dan wilde ik iemand anders gaan recruiten. Dus stel je voor, nou, stel je voor een andere jongen genaamd Michael, die gaat dan op zijn eigen account, gaat hij video's sturen, persoonlijke video's, naar warme leads van op mijn account, om, ze dan zo meer, om daar dan meer sales calls uit te boeken. Nou, dan staat hier zo, dus dit is de impact. Dan vervolgens staat er van, oké, hoeveel geld moet ik hierin investeren? Nou, oké, €600 per maand, dat is het dan voor de copywriting kosten als ik het nog beter wil gaan doen. Dus op zich, dat is dan de investering daarvoor. Nou, de contentkalenderpagina optimaliseren, dat zou me eenmalig €200 kosten om in te investeren. Dus niet eens per maand, gewoon eenmalig €200 en that's it.
Als ik een extra appointment setter zou willen recruiten, zou dat me ongeveer 3K per maand kosten. Want dat is een persoon die wil gewoon ook goed betaald krijgen, et cetera. Dus dit kost me 3K per maand. Zet ik hier achter neer van oké, hoe complex is het? Nou, e-mail marketing implementeren, dat is echt complex. Een één, dan moet ik gewoon heel simpel, dus één belletje regelen en het loopt. Nou, de contentkalender pagina optimaliseren, dat moet je wel blijven testen. Dus dat is een complexiteit van 3. Dan een extra teamlid toevoegen met extra communicatielijntjes, recruitment. Je moet dat teamlid tevreden houden, et cetera. Dat is de complexiteit. Ik had hier nog 4, maar ik zou nu eigenlijk gewoon bijna een 6 zeggen. Oké, de tijd. Dit kost me 30 minuten per week. Dit kost mij 1 uur eenmalig. Deze. En dit kost mij 1 uur per week, omdat iemand anders hem managt. Maar hier gaat wel andere tijd van andere mensen heen. Nou, dan het risico. Dit is echt bijna nul risico, omdat het me bijna niks kost. En ja, de calls of de impact, of het nou niet direct calls oplevert of wel. Er komt toch wel wat uit, indirect. Maar de contentkalender kost me ook niet heel erg veel. Is heeft ook niet heel erg veel risico, want het is gewoon één keer een uurtje investeren en €200. En er kunnen heel veel extra calls uitkomen. Maar de setter bijvoorbeeld, die heeft wel risico. Want ik moet hem dan 3K per maand betalen. Die moet ingewerkt worden. Het is complex, et cetera. Dus op basis hiervan bepaal ik dan van oké. Dit zijn niet alleen die 3. Ik heb hier een hele lijst staan met allemaal dingen die ik kon doen. Dan bepaal ik dus oké, deze ga ik niet doen. Deze ga ik niet doen. En deze ga ik wel doen. Volg jullie hem? Dus dan kun je op die manier met die variabelen afgaan van oké, straks na het einde van deze masterclass, als er nu ook vragen zijn, laat het dan gerust even weten. Maar dan kun je gewoon afgaan van hé, wat zijn gewoon, als je als een investeerder denkt, wat zijn dan de beste acties die je zelf kan uitvoeren voor zelf het gewenste resultaat? Even kijken of er vragen zijn. Snapt iedereen dit? Kunnen jullie dit eventjes laten weten? Als het niet duidelijk is, dan is het een belangrijk principe om even verder uit te leggen. Okay, ondertussen ga ik eventjes door naar de volgende. Oké. Dus ja, na deze video kun je dan een lijstje maken of gewoon met al deze acties kun je dan een lijstje maken of een tabelletje maken op deze manier ongeveer met hey oké, wat is dan nu het beste voor mij om te doen? Wat zijn de beste acties die ik kan uitvoeren om dan mijn business te laten groeien? En ik ben heel erg benieuwd. Dit is ook een leuke vraag voor engagement. Dus Warren Buffett, die zelf 137,5 miljard waard is. En Bill Gates, die 130,8 miljard waard is. En misschien denk je in ieder geval, oké, miljard. Dus moet je je voorstellen, dat is 137 met nog 9 nullen erachter. Dus dat is dit. 137 met, dit zijn er 6. Hij is dit waard. Dus dat is echt absurd veel. En Bill Gates ook. En wat zij moesten doen, zij moesten los van elkaar, dus dat hebben ze niet samen overlegd, maar gewoon op andere momenten ook, vroeg iemand aan hun van, hey, oké, als er één woord is, dus als ze één woord moeten zeggen wat hun succes gebracht heeft, welk woord dat was. Dus beide schreven ze hetzelfde woord op en het was niet van tevoren samen besproken. Dus onlosmakelijk schreven ze deze op. En ook Jeff Bezos van Amazon, die leeft ook volledig bij dit woord. Dus welke denken jullie dat het is? Welk woord? Zal het ene woord zijn? Dan zeg ik hem zo meteen. Als iemand dit goed heeft, dan gaat hij ook iets stops krijgen. Ik moet even denken, maar dan gaat hij iets stops krijgen. Dus als je het nu achterlaat, dan ga je iets stops krijgen als je het goed hebt. Het ene woord. Oké, okay, ja, fijn zo'n overzicht. Oké, okay, perfect. Heel fijn. Oké, okay, Jolanda zegt focus. Van waar focus, Jolanda? Oké, okay, ik wacht nog ongeveer 10 seconden. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oké, okay, alright. Dat hebben jullie helemaal goed, Jolanda en Wout, want het woord is inderdaad focus. Dus, dat klopt. Hebben jullie dit ooit ergens gezien? Want anders dan is het echt supergoed. Hun woord was inderdaad focus. Dat ze steeds, alles lijkt steeds weer naar focus. Klopt, het woord is inderdaad focus. Dus en dat komt dus ook omdat ze steeds die acties dan zo willen bepalen. En dan daar hun resources op moeten focussen. Als je heel veel dingen tegelijk gaat doen. Ja, dan heb je bij wijze van spreken. Stel je voor, jij wil ergens heen gaan. Je bent een hardloper. En je loopt in totaal 6 kilometer. Maar je gaat eerst 1 kilometer die kant op. Dan ga je 1 kilometer die kant op. Dan 1 kilometer hierheen en 1 kilometer daarheen. Dan kom je op precies hetzelfde punt uit. Dus dan heb je heel veel bewogen en heel veel input geleverd. Maar je bent nog op dezelfde plek. En als het jouw doel was om ergens anders te komen, dan is het dus niet het gewenste effect. Dus dat krijg je als je niet de goede focus hebt. En als je naar één plek toe gaat, als je het doel bepaalt en daar alleen op focust, dan gaat dat makkelijk. Dan kom je ook bij die plek, of dan kom je sneller bij die plek uit. Dus ja, focus is zelf echt alles. Dus dat is een heel belangrijk principe.
Gaan we zo meteen wat dieper op in. Nice. Ja, precies. Lekker, Wout. Oké, goed bezig. Alright. Oké, dan gaan we het hebben over inputs en outputs richting de 10K per maand. Dit is wat ik zelf geleerd heb van een mentor van mij, van Sam Offens. En hij had zelf de volgende twee formules. Hij zegt, input is focus keer energie en output is input keer tijd. Wat is trouwens even inputs en outputs? Dus eigenlijk een output is bijvoorbeeld een doel. Dus een output is bijvoorbeeld van, hey, oké, 10K per maand. Dat is output in de vorm van omzet. Dus je kan ook een output hebben in de vorm van, oké, een mooie vriendin. Output in de vorm van 100 kilo zijn met een heel gespierd lichaam en 12% vet. Dat zijn allemaal outputs. Dan heb je inputs, dat zijn eigenlijk acties die je uit dient te voeren om die outputs te realiseren. Dus dat is het, input en output. En ik geloof zelf heel erg in inputs en outputs. Dus waarom? Inputs en outputs zijn hetgeen wat je maximaal kan controleren. Je kan niet garanderen dat het leven zo gaat zoals je wil. Maar als je de juiste inputs levert, dan wordt de kans toch wel een stuk groter dat je dat wel hebt, right? Dus dat is hetgeen wat je allemaal kan beïnvloeden. Door de juiste inputs te leveren, door de juiste acties op het gebied van je business uit te voeren, krijg je gewoon veel meer goede outputs, of nou in je business of persoonlijke leven is. En mijn mentor Sam Offens, en Sam is zelf de eigenaar van, hij was de eigenaar van consulting.com, die op het record 20 miljoen per jaar draaide. Dus hij weet ook echt serieus wat hij doet. Hij is nu de eigenaar van School. School is ook het community platform waar deze weggever in staat van die challenge opnames. Zij is nu, dit is School, dat is community software. Mocht je deze nog willen ontvangen trouwens, dan kun je een drietje achterlaten in de comments. Dan sturen we je een invite voor deze community toe. Maar goed, dus dat is Sam Offens. En hij zei, oké, input is focus keer energie. Want je kan dus heel veel, zoals ik net het voorbeeld gaf van die hardloper. Kijk, het kost energie om te lopen. Right? Je gaat eerst een kilometer die kant op, een kilometer die kant op, daarheen, daarheen. Dat is allemaal geïnvesteerde energie. Maar als je focus dan nul is, dan kom je nog op precies dezelfde plek. Right? Stel dat jouw focus 1 is. Dus je gaat iets beter. Dus je levert dezelfde energie. Je gaat eerst een kilometer daarheen, een kilometer daarheen. Maar dan ga je 800 meter daarheen. En dan vervolgens 1,2 kilometer daarheen. En je doel is daar. Dan kom je heel iets verder vooruit. Dan heb je goede focus. Dus hoe meer energie je levert, met hoe meer focus richting je doel, hoe meer input, hoe meer van de juiste inputs je ook kan leveren. Right? Hoe verder je komt richting dat. En de output is dan vervolgens volgens hem input keer tijd. Dus dan wil je eigenlijk zo lang mogelijk, zoals ik dat al zelf ook doe met mijn deep work 's ochtends. Dus die 24 tot 36 uur per week dat ik echt gewoon aan dingen werk die de bottleneck nu zijn. Dat wil je dan zo lang mogelijk doen. Want hij zegt ook van, hey, een van de grootste factoren ook van zoveel mogelijk output krijgen, is de tijdsfactor. Niet per se de inputfactor. Heel veel mensen die proberen bijvoorbeeld ook van, hey, oké. Ik ga sporten en dan ga ik 3 maanden lang ga ik, waaronder ik, elke dag en ik eet eiwitten en ik sport 2 keer per dag en creatine en weet ik het wat. Maar dan doen ze 3 maanden en dan stoppen ze 2 maanden en doen ze weer 3 maanden, waardoor ze ook niet de output krijgen die ze willen en progressie daarin maken. Dus de tijdsfactor is ook een hele belangrijke. Je wil dus aan de juiste dingen werken, consistent voor een lange tijd. En dan krijg je dus waanzinnige vormen van output, zoals je dan ook ziet met sport, dat je dan echt een heel goed lichaam krijgt, dat je heel gezond wordt, et cetera. Zo is het ook met je business. Dat je dus de juiste focus met de juiste energie voor over een lange periode van tijd. Dus het kan ook intensity, dat is dan. Kijk, als je dat doet van de sport of van sport, dan is het dus intens. Dus een periode lang heel veel mensen in één keer benaderen in je business. Of heel veel content plaatsen, totdat je gewoon niet meer kan. Dat je denkt van, mijn brein is nu gewoon op. En dan doe je een maand niks en dan ga je weer opnieuw. Dus dan wil je de intensiteit heel iets omlaag halen van de input. Zodat je het consistent kan. Of je moet gewoon harder leren werken. Dat kan ook. Heel veel mensen moeten naar mijn mening ook iets harder leren werken. En niet om iets slechts over te zeggen. Want sommige mensen die hebben natuurlijk hele andere situaties dan ik. Maar als ze bepaalde grote outputs willen halen, dan moet soms gewoon harder gewerkt worden. Maar dan kun je dus of harder leren werken, waardoor je dus consistent meer input kan geven. Of je kan het langer volhouden voor meer output. Dat is het volgende. Nou, het voorbeeld van hardlopen, die heb ik zelf nu behandeld. En een tip hiervoor, om dus consistent bezig te zijn met de juiste inputs, dat is elke week een uur lang te bepalen waar je aan gaat werken de komende week. Dus scheidstrategie bepalen van executie. Dus bij voorkeur op een andere dag. Dat je bijvoorbeeld op deze tips heb ik van Steven Cutler. Hij heeft zelf is een performance trainer geweest van Tony Robbins en nog veel, gewoon allemaal grote consultants wereldwijd. Steven weet echt wat hij doet. Hij zegt ook van ja, het belangrijkste is dus dat je die strategie bepaalt ook voor wat je gaat doen, welke acties je gaat uitvoeren. En dat wil je dus scheiden van executie. Dus bijvoorbeeld echt op een zaterdag of een zondag, dat je even steeds een uurtje bepaalt van hey, waar ga ik komende week aan werken? Zodat je niet gewoon actief bent, maar dat je ook productief bent. Dat je echt werkt
aan dingen die het balletje voor jou vooruit brengen. Dan kun je dus één keer per week kun je zo'n soort schemaatje maken met dus alle dingen die ik net zei van hey, dit is de actie, dit is de impact van de actie, dit is het risico, dit is wat ik erin moet investeren. Je kan nog meer variabelen meenemen. En dan op die manier kun je dus bepalen van hey, oké, deze dingen ga ik zelf als eerste doen voor de maximale output. Oké, dan een andere tip. Automatiseer en delegeer niet wat je kan elimineren. Dus een van de grootste tips ook voor performance, voor business, et cetera. Dus juist ook, want je hoorde net, Warren Buffett en Bill Gates schreven beide het woord focus op. En je wil dus, om focus te houden, moet je zoveel mogelijk elimineren. Dus elimineer echt alles wat niet bijdraagt aan je doelen, elimineer het. Dus social media, elimineer het. Weet je wel? Of gewoon mensen die je weinig energie geven, elimineer het. De ongezond eten, elimineer het. Gewoon frisdrank en troep. Ik raad het aan. Dus waarom zou je het houden? Het levert je zo weinig extra op. Dus frisdrank, ongezond eten, al die dingen. Of bijvoorbeeld niet bewegen. Gewoon elimineer het. Ga bewegen. Ga af en toe een beetje buiten lopen om scherp te blijven drinken. Of bedenken. Allemaal dat soort dingen. Dus je wil echt ook dingen die je niet dienen in je business. Elimineren. De projecten die geen klanten opnemen of opleveren. Elimineren. Dus je wil echt, als je heel kritisch kijkt. Het beste om te doen is heel veel dingen elimineren. Of een offer wat je weinig oplevert. Elimineer het. Zodat je meer focus kan hebben op de dingen die je toe doen. Dus dat is ook een uitspraak in de softwarewereld. De beste code is no code. Dus de beste code is code die niet geschreven hoeft te worden. Dus gewoon het elimineren ervan. Dus automatiseer en delegeer nooit wat je kan elimineren. Dus kijk echt kritisch, gewoon steeds weer opnieuw van hé, wat kan ik elimineren? Wat kan ik elimineren? Want hoe meer je elimineert, hoe meer focus je houdt op de dingen die je te doen, hoe verder je ook komt in je business. En uiteindelijk ook bij die dus 10k per maand, als dat zelf je doel is. Alright, even kijken. Of hier vragen zijn. Oké, 3. Okay, geen vragen ondertussen. Toch dat jullie er ook zelf allemaal zijn. Laat even weten of jullie hier wat waarde uithalen tot dusver. Is dit waardevol voor jullie, deze mentale modellen? Want zometeen gaan we ook in op de hele concrete acties. Maar eerst even wat introductie voor mentale modellen. Zodat jullie ook weten van, hey, oké, zo kan ik het zelf toepassen. Laat het even weten. Nou, supergoed, Jolanda, van je eigen ervaring. Dus dat respect daarvoor. Is dat supergoed. Oké, okay, alright. Ik zie zometeen de waarde chats wel. Eerst even over naar het volgende. Dus kijk, het volgende is dan energie. Dus je hebt hier de focus. Focus keer energie. Het volgende is dan energie. Kijk, als je met weinig energie werkt in bepaalde taken, dan kan je veel minder input leveren. Bijvoorbeeld met posts schrijven. Dus je wil je energielevels optimaliseren. Want stel dat ik met de optimale energie gewoon een half uur lang aan een post werk. Dus dan, ik ben wel gefocust, dus ik doe de juiste dingen zoals deze masterclass maken. Maar ik doe het met laag energie, met een laag energielevel. Dan kan ik eigenlijk bijvoorbeeld, als ik scherp zou zijn, zou ik het in een half uur kunnen. Of een voorbereiding hiervan duurt trouwens echt geen half uur. Hier ben ik echt 2,5 uur, 3 uur mee bezig geweest. Alleen, stel je voor, dus scherp doe ik het in 2,5, 3 uur. Maar als ik dat helemaal moe zou doen, of ik zou een jetlag hebben, of ik zou gisteravond heel veel troep gegeten hebben, of alcohol gedronken hebben, of wat dan ook. Dan kon het maar zomaar 5 à 6 uur duren. Zodat je dan met veel minder energie in de juiste taken kan werken. Daardoor krijg je ook, kun je minder inputs leveren. Je wil dus je energielevels optimaliseren. Want als je die energielevels hebt, dan kun je dus meer input leveren voor jouw doelen aan de belangrijke taken waar je dus gefocust op bent. En dan haal je betere resultaten. Dus eerst kon ik maar 2 uur per dag werken. Dat is wel, nu is het 3 jaar geleden of zo. Toen ik startte met mijn onderneming had ik echt, ik kon 2 uur werken. En toen was het gewoon van, gewoon klaar. Ik moest dan gewoon liggen en een filmpje kijken of zo. Ik kon dan de rest van de dag olie met lag ik aan mijn eetpatroon, lag aan mijn overtuigingen, lag aan heel veel dingen. Maar nu kan ik met gemak 12 uur op een dag werken, 6 dagen per week, soms ook gewoon 7 dagen per week, zonder problemen, zonder burn-out klachten, of wat dan ook. Dus het is ook mede door mijn energielevels te optimaliseren. Het is ook een psychologisch proces uiteraard, maar energielevels hebben echt een hele grote impact. Oké, dan hebben we hier zo de input gehad. Dus input is focus keer energie, en output is input keer tijd. Dat is het volgende. Dus input hebben we nu gehad. Dan is het een kwestie van, hey, oké, okay, dus als je het voorbeeld weer pakt van deze masterclass voorbereiden. Van oké, okay, kijk, als je ook ziet van, hoe vaak heb ik nu de laatste tijd een masterclass gegeven? Ik ben wel heel erg benieuwd nu. Als je nu in de chat even kan laten weten, hoeveel masterclasses heb jij nu van mij bekeken? Ik ben heel erg benieuwd. Kun je dat misschien laten weten? Bij hoeveel masterclasses je bent geweest? Want ik maak er echt heel erg veel de laatste tijd. Waarom? Omdat het werkt en een belangrijke taak is voor mijn business. Maar kun je dat even laten weten? Bij hoeveel masterclasses ben je van mij geweest? Oké, okay, waardevol. Oké, okay, super. Dank jullie wel. Oké, okay,
ik zie het zo meteen. Ik kan het dus even door. Oké, dus dan is het een stukje energielevels. Kijk, de tijd. Dat is dus een van de belangrijkste factoren. Want kijk, ik kan één keer een masterclass maken en dan het vervolgens een maand niet doen. Maar ik kies ervoor om steeds elke week steeds 1 à 2 keer live te gaan. Wat het nu werkt. Omdat ik dan eigenlijk een soort van gratis training kan opnemen. Waar ik dan de recording ook weer van kan gebruiken op andere manieren. Dus het werkt gewoon. Het is heel erg efficiënt. Maar weinig mensen zijn bereid om er zoveel tijd in te stoppen. Dus enerzijds kan je ook heel snel. Dus ik doe ook intensiteit. Maar ik zorg dat ik die intensiteit ook volhoud. Dus ik zit nu al op een hoog level van die input in LinkedIn Lives bijvoorbeeld. Ook met LinkedIn Post, gewoon 7 dagen per week een post. Hoe langer je die input kan volhouden, hoe meer output er ook uitkomt in de vorm van omzet, winst, businessgroei, et cetera. Dus veel mensen die starten ergens mee, maar maken het dan niet af. En daarom ontstaat er geen output. Dus ook bijvoorbeeld als jij van business model switcht, dan ben je eigenlijk heel veel input aan het leveren. En dan begin je weer helemaal opnieuw. Als je met e-commerce, stel je voor, je hebt nu een coaching missie, je start met e-commerce. En dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. En dan stop je weer. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Dat is ook iets wat heel, dat is iets wat ook heel erg vaak voorkomt. Dus als je zelf, besef je dat als je switcht van business model bijvoorbeeld, dan moet je steeds weer, dan bouw je niet op iets verder. Dus dat is ook een hele belangrijke, de tijd. Dus blijf consistent sporten, dan krijg je een heel goed lichaam. Dus blijf op LinkedIn plaatsen, dan groeit je account, krijg je de klanten uit. Blijf die live masterclasses geven, want dan genereer je meer aandacht, converteer je meer aandacht. Ja, ga zo maar door. En dit is wel dubbel van tijd, want als startende ondernemer heb je ook gewoon cash op de rekening nodig. Want anders heb je ook niet de tijd om het te laten compounden, zeg maar. Dus je moet het lang volhouden. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon omzet nodig. En het is essentieel, dus naar mijn mening, want je hebt niet alle tijd als startende ondernemer. Je hebt ergens ook een beetje urgentie, ondanks dat, kijk, ik zei ook al aan het begin van deze masterclass, ik kan je niet garanderen dat je op enig punt 10k per maand kan komen, of wat dan ook. Dus of ook niet met mijn programma's. Dus het is gewoon lastig, maar je hebt weinig zekerheid. Dat is dus het spel van ondernemen. Dat is ook waarom we met ondernemen zulke hoge rewards zijn, omdat het risico wat hoger is. Want je kan gewoon jaren aan input leveren en niet weten wanneer het terug gaat komen. Dat is het. Dat is het vervelende aan ondernemen. En omdat dat risico dus is, is het naar mijn mening heel erg belangrijk dat je zometeen een aantal keuzes goed gaat maken in je business. Want anders dan is het eigenlijk al meteen een beetje, ik hou niet van wat te zeggen, maar een beetje gedoemd om te falen, het eerste project. En dan verspil je gewoon heel veel input, tijd, moeite, energie, en dat is niet fijn. Oké, het eerste, voordat we dat gaan doen, die acties bepalen, even kijken, wat zou ik als eerste gaan doen? Ik denk, ik had in eerste instantie gepland om nu naar het Power Grid toe te gaan. Maar ik ga eerst eventjes de paden doorlopen van hoe kom je dan van 0 naar 1k per maand? Vind ik een mooie volgorde voor nu. Kom ik straks op de Power Grid, dat is een mooie inspiratie. Die is echt heel goed, dat is deze. Even kijken of er vragen zijn ondertussen. Eerste dit, dit is de tweede masterclass. Eerste. Dit is best wel veel de eerste. Nou weet in ieder geval op mijn LinkedIn. Dus super tof dat jullie hier bij de eerste masterclass zijn. Weet, op mijn LinkedIn staan er echt heel erg veel. Dus als je hier zo op mijn LinkedIn toe gaat naar masterclasses of evenementen. Hier zo ga je dan heen. Dan kun je hier zo op evenementen klikken. Dan zie je hier gewoon van de afgelopen, dit is gewoon allemaal van de afgelopen 8 weken. Dus echt elke week al een keer live geweest. Of 1,5 keer of meer. Omdat het dus zo goed werkt. Omdat mensen de waarde uithalen. Omdat je goede reacties krijgt. En ook omdat je er klanten uit krijgt. Dus niet alleen, wat wij merken is dat niet alleen mensen, dat er meer sales calls ingepland worden. Maar wat er ook gebeurd is, de sales calls die ingepland worden bij ons, die zijn ook veel gekwalificeerder. Dus er komen mensen zijn al vrij geovertuigd. Dus het conversieratio wordt ook een stuk hoger. Wat echt ideaal is. En daarom besteek je dus veel tijd aan. Oké, van 0 tot 1k per maand. Wat hier belangrijk is, dus belangrijke acties. Dus dit zijn echt de belangrijke keuzes die je zelf van mijn mening wil maken voor jouw business als je jouw eerste 10k maand ook wil draaien. Want het principe van Pareto kennen veel mensen. Dus het principe van Pareto dat stelt dat 20% van je acties zorgt voor 80% van het resultaat. Dus 20% van de acties zorgt voor 80% van het resultaat. Maar binnen die 20% zorgt ook weer 20% van je acties voor 80% van het resultaat. En dat maakt dat 4% van jouw acties zorgen voor 64% van het resultaat. Want 20% van 4 is, sorry, 20% van 20 is 4. En 80% van 80 is 64. En het gaat zo door. Dus ook weer 20% van die 4% zorgt voor 80% van het resultaat. Van 80% van het resultaat. En dat maakt dat van die 4%, 1/5 daarvan is 0,8%, zorgt voor 51,2% van je resultaat. Het is evenredig verdeeld. Het is niet lineair. Dus het is exponentieel. Het is, ik weet, hoe noem je dat? Het is logaritmisch uit mijn hoofd. Dus je wil zelf
die acties van die 0,8%, het is het allerbelangrijkste om die beslissingen goed te maken. Dat zei ik net ook, als je die beslissingen verkeerd maakt in die 0,8%, dan kun je alsnog die 99% van de andere acties doen, maar dan mis je die 50% van het resultaat. Dan is het eigenlijk al bijna, naar mijn mening, wat ik zie helaas gedoemd te falen. Dus dat is het punt. Wat zijn dan die 0,8% waar jij een hele goede keuze over moet maken? Dat is het eerste. Een niche kiezen met koopkracht die makkelijk bereikbaar is en waarvoor je een brandend haarprobleem oplost. Dus als jij zelf, dit is ook in een van mijn journeys. Kijk, als je zelf een doelgroep hebt die geen budget heeft om jouw services te kopen. Dus wat ik in eerste instantie had, ik had bijvoorbeeld een coaching business voor jongeren. Om hen te helpen met hun zelfbeeld. Dus ik had zelf eerder best wel last van een negatief zelfbeeld. Heb ik opgelost. Nou, daar ga ik anderen ook mee helpen. Maar je merkt dat die mensen niet het budget hebben. En je kan er alsnog een business voor bouwen. En het heeft dan weer andere nadelen. Want dan moet je het heel op grote schaal gaan bouwen. En dat is een stukje lastiger dan gewoon een coaching business. Die iets meer gewoon goed geprijsde trajecten verkoopt. Dan moet je ineens veel meer klanten krijgen. Of heel veel cursussen gaan maken, et cetera. Wat gewoon een stuk lastiger is. Dus als je zelf niet een niche hebt met koopkracht. Die jouw services kan kopen. Dan wordt het heel lastig. Dan wordt het echt heel lastig. En als de niche die jij verkoopt, ook als je helemaal startend bent, als die niet makkelijk bereikbaar is voor je, zodat je niet makkelijk in contact kan komen met de beslissingsmakers van die niche, wordt het ook best wel lastig. En het volgende is dan dat die niche ook echt een probleem moet hebben. Dat jij een probleem moet oplossen voor die niche, wat echt een brandend haarprobleem is. Zo noem ik dat zelf. Want kijk, stel je voor dat jouw haar in brand staat en de oplossing daarvoor, ik geef jou een baksteen, dan zou je zelfs met die baksteen proberen om je haar uit te krijgen, de brand uit te krijgen. Dus je wil echt een probleem hebben wat mensen gewoon, waarvan ze het zelf al willen oplossen, als het ware. Het is een stuk minder fijn in marketing, in sales en in business om andere mensen te overtuigen van dat ze iets nodig hebben, versus dat je gewoon iets aanbiedt waarvan ze al denken, hey, dat heb ik sowieso al nodig. Dus dat is een heel groot voordeel. Dus je wil echt die keuze van jouw niche en jouw aanbod, is echt by far de allerbelangrijkste keuze. Als we dan ook weer doorrekenen met, ik heb ook weer 20% van die 0,8% zorgt ook weer voor 80% van het resultaat. Ik weet 100%, of nou, ik weet niet 100% zeker, maar op basis van alle samenwerkingen die ik heb gehad, kan ik wel 100% zeker concluderen, want mijn bevinding nu, dat stuk van je niche en je aanbod, dat echt de allermeeste impact heeft voor succes in business. Echt de allermeeste. De niche, je niche, je aanbod en hoe je het aanbod ook verpakt en communiceert marketingtechnisch. Echt het allerbelangrijkste om goed te kiezen. Dus als je zelf, dus je wil echt, als je die niet helemaal optimaal hebt, en de kans is ook groot, dat als je nog niet op 10k per maand zit, dat dan je niche, je aanbod en je verpakking, dat niet helemaal goed zit. Dus het is, ja, dat is een conclusie die ik heel erg vaak zie. Oké, dan vervolgens wil je in het begin, naar mijn mening, een 1-op-1 coachingsprogramma hebben. Dus ik zou je niet aanraden om te starten met een cursus of een group coaching traject. Waarom is dat? Kijk, als je dan die niche gekozen hebt, dus je ziet potentie in een niche die koopkracht heeft, je lost echt een heel goed probleem op voor die niche. Dat is echt iets, een brandend haarprobleem. Kijk, als je dan zelf eerst een hele cursus daarvoor wil maken, dan ben je daar gewoon een maand mee bezig. Dus je wil eigenlijk zo snel mogelijk weten van, hey, oké, is hier interesse in? Is er product market fit? Dus hebben mensen interesse om dit te kopen? Heeft mijn doelgroep hier interesse in? En als je eerst die cursus bouwt van een maand, en een maand is nog best wel snel, want sommige mensen doen er ook langer over dan een maand, het is gewoon 2 maanden of zo. Kijk, dan heb je pas over 2, dan heb je heel veel moeite geïnvesteerd, en dan weet je nog niet of het werkt. Dus dat is geen goede allocatie van jouw middelen, van jouw gelimiteerde middelen, voor de maximale output wat omzet is. Dus je wil zelf het liefst mensen gewoon direct benaderen, of gewoon direct starten met content plaatsen, om die feedback loop zo snel mogelijk te krijgen. En omdat je niet heel erg veel mensen nu gaat spreken, de meeste sales die je gaat maken, die gaan verlopen via sales calls. En als je zelf een sales call hebt en je verkoopt iets voor €200, dan heb je zelf heel erg veel sales calls nodig om uit te komen bij 2k per maand, 3k per maand, 5k per maand of 10k per maand. Dus je wil het liefst een aanbod hebben. En als je deze prijs niet kan vragen, is het naar mijn mening ook misschien een foutje in je niche. Of je moet een hele andere business strategie gaan volgen. Dat je dan gewoon cursussen gaat verkopen op grote schaal als je al een grote doelgroep hebt. Maar als je helemaal startend bent, zonder doelgroep op dit moment, wil je het liefst een traject hebben wat je kan verkopen voor €1500 in het begin. Dus dan zeg je bijvoorbeeld van, hey, oké, okay, officieel gaat het traject €2500 kosten, maar de eerste 5 mensen die krijgen hem voor €1500, omdat het dan ik wil nog een aantal testcases opbouwen, in ruil voor feedback en een review als ze resultaat hebben. Dus dan krijgen ze gewoon 40% korting. En als mensen zelf niet die €1500 kunnen betalen in jouw markt, dan heb je waarschijnlijk de verkeerde markt te pakken. Dus onthoud deze. De markt, dus je doelgroep, je aanbod, dus gewoon echt van, hey, oké, okay, wat bied je ze aan? Wat is het probleem, het brandende haarprobleem, wat het aanbod oplost?
Hoe je dat aanbod dan vervolgens verpakt, dus hoe je het communiceert, hoe je het aantrekkelijk naar buiten brengt, waardoor mensen ook denken van, hey, oké, dit is iets wat ik graag wil, dit is aantrekkelijk. Dan is het volgende nog één belangrijk punt. Dat is jouw unique mechanism. En een unique mechanism is zelf het volgende. Kijk, je hebt zelf een brandend haarprobleem dat je oplost. En met jouw aanbod, dan breng je mensen van A naar B. Dus punt A is bijvoorbeeld van, hey, in ons geval van LinkedIn, is dat ze niet consistent klanten krijgen, dat ze misschien nu 1K per maand draaien en ze willen eigenlijk graag naar 10K per maand, consistent. Right? Dus dan is het punt A is 1K per maand, punt B is 10K per maand. Een ander voorbeeld is, oké, stel iemand is heel erg gestrest, iemand is nu heel gestrest, die wil gewoon van de stress af, punt B. Right? Dus dan heb je zelf, dus punt A, current situation, dus de huidige situatie, punt B, gewenste situatie. Kijk, jouw programma die maakt voor de transformatie. Maar je hebt ook een methode waarmee je dat doet. En dat is een unique mechanism. Dus in mijn geval, kijk, mensen kunnen of onze doelgroep kan op verschillende manieren van 1K per maand naar 10K per maand toegroeien. Je kan bijvoorbeeld Facebook ads gaan gebruiken, dat kan. Of je kan netwerkmarketing toepassen. Of je kan Instagram marketing of koud bellen. Het kan op allerlei manieren. Maar ons unieke mechanisme is organische marketing op LinkedIn. Stel dat wij dat niet hadden gehad. Ik weet, toen ik ben geswitcht van marketing consulting in het algemeen naar organische marketing op LinkedIn. Toen ik marketing consulting in het algemeen deed, was mijn recordmaand 20K. En organische marketing op LinkedIn is de recordmaand nu 200K geweest. Gewoon puur omdat het unique mechanism, omdat LinkedIn iets unieks is, een unieke manier is om mensen van punt A naar punt B te brengen, hebben heel veel mensen daar al interesse in. Want stel je maar eens voor dat jij nu al, stel je hebt al in een traject geïnvesteerd gerelateerd aan Facebook ads en dat heeft niet gewerkt. Dan is de kans wel een stukje kleiner dat je nog een keer investeert in een traject van Facebook ads. Want je wil iets hebben wat dan, wat, er is de, LinkedIn is dan een nieuw mechanisme. Dus je wil iets unieks hebben, waardoor mensen denken van, hey, oké, jij bent de persoon die mij kan helpen van mijn huidige situatie naar mijn gewenste situatie. Dat is een unique mechanism. Dit is echt, deze vier dingen, dat was echt de 0,8%. En als je deze drie niet goed kiest, dan heb je eigenlijk, ik hou niet van dit te zeggen, dan heb je naar mijn mening eigenlijk al bijna verloren. Dus heel pijnlijk, alleen dat komt dus door die wet van Pareto, omdat het zo'n grote impact heeft op de resultaten die je zelf krijgt. Kijken of er tussendoor vragen zijn. De eerste, dit is de eerste. Oké, geen vragen tussendoor. Alright. Dan gaan we zo meteen lekker verder pakken. Oké, stel, je hebt dan deze drie gekozen. Je hebt je niche, aanbod en je mechanisme gekozen. En dan wil je vervolgens, mocht iemand trouwens een training willen ontvangen, ik heb zelf een training in mijn traject over, ik ga eventjes Loom erbij pakken. Die gaat hier helemaal over, is een hele aparte training die ook uitgebreid is. Niche, aanbod, mechanisme en prijspunt. Deze. Hij duurt 57 minuten. En als je deze graag wil ontvangen, gewoon om jou ook te helpen om dit probleem te tackelen of om deze bottleneck te tackelen, dan kun je een comment achterlaten met niche, en dan stuur ik je deze training ook toe aan het einde van de masterclass. Dus zorg ervoor dat je tot het einde van deze masterclass ook blijft. Alright. Ik zal deze eventjes hier zo neerzetten in een bestandje. Dat ik hem niet vergeet straks. Video aanbod. Perfect. Oké, alright. Oké, stel je hebt dan deze drie dingen goed gekozen. Dan wil je vervolgens, wil je dus daarvoor klanten krijgen. En je gaat daarvoor klanten krijgen door sales calls te genereren. Je verkoopt je services vooral via sales calls. Dat is hetgeen waar het meeste uitkomt. Sorry, eventjes wat eten. Oké, stel, je hebt nu ook al wat omzet. Als je dan ook kijkt van, hey, welke producten leveren jou de meeste omzet op, dan zijn het vaak je meest hooggeprijsde producten. En die hooggeprijsde producten verkoop je vooral via sales calls. Je wil dus sales calls gaan genereren. En je wil dan gaan kijken van, hey, oké, waar kan ik mijn gelimiteerde middelen besteden om de maximale output te genereren in de vorm van sales calls? Want sales calls leveren je omzet op. Dus je doel wordt eigenlijk van, hey, oké, hoe kan ik zoveel mogelijk sales calls genereren met de middelen die ik heb? Dus als je nu ook naar boven, of als je weer even in gedachten houdt van, hey, oké, hierboven hadden we samen opgeschreven van, hoeveel geld heb je nu beschikbaar om te investeren? Hoeveel tijd en hoeveel gefocuste tijd? Want geld, stel je voor, je hebt nu echt heel veel geld beschikbaar om te investeren. Dus echt gewoon een paar ton. Kijk, dan kun je gaan overwegen van, hey, oké, nou ja, ik kan Facebook ads gaan starten, want ik wil zelf niet mijn tijd investeren. Right? Dat kan. Stel dat je heel veel tijd beschikbaar hebt om te investeren, dan kun je ook gaan kijken van, hey, oké, ik heb nu geen geld, maar ik wil een strategie toepassen die mij alsnog klanten oplevert. Dus je wil gaan kijken van, hey, waar kan ik deze middelen gaan besteden voor zoveel mogelijk sales calls? Dit zijn er een aantal manieren voor.
Eentje, ik ga eventjes bij 5 beginnen voordat ik naar 4 ga, is dus content creëren op social media. Waarom is dat het geval? Dus kijk, stel je voor, je hebt zo'n traject met een goede niche, met een goed probleem dat je oplost, goed aanbod, et cetera. Dan wil je dus gaan verkopen via sales calls. Stel je voor, dit zie ik dus heel veel coaches fout doen. Ze maken bijvoorbeeld een website en een funnel. En wat er dan gebeurt is het volgende. Voordat je die website en funnel live hebt, ben je vaak iets van, wat is het? Iets van 2 maanden verder. Dan heb je 2 maanden lang heb je geen sales call gehad. Dus als je dan, dit zie ik je dus heel vaak misgaan. Mensen, coaches of dienstverleners die een cursus maken om te beginnen. En dan vervolgens gaan verkopen via advertenties, funnels en websites. Het duurt dan vaak iets van 4 maanden voordat het zelf live is. En voor je nog je eerste klant gaat krijgen, duurt het dan misschien 5 maanden of zo. Dus dat is echt super lang. Wat je ook kan doen is, je kan gewoon een 1-op-1 traject maken in een week. En meteen starten met organische marketing, met content marketing en mensen benaderen. En dan kun je letterlijk na een week al misschien je eerste calls hebben. En dus ook al klanten, right? En dat kan ik niet beloven of iets in die richting. Maar als je het fundamenteel gewoon bekijkt, dan zie je gewoon dat dit veel minder moeite kost. En wat je dan wilt doen is, want ik zeg niet dat die methodes van advertenties en funnels slecht zijn en websites. Maar als je dan op zo'n hele makkelijke manier, of relatief, sorry, niet makkelijk, maar relatief met minder input nodig, benodigde manier, als je dan klanten krijgt. Wat je dan doet is, het budget of hetgeen wat je met die klanten verdient, of aan die klanten verdient, dat kun je dan investeren in freelancers die het voor jou doen. Want dan ben je zelf continu bezig met de taak die jou het meeste oplevert. En content creëren op social media is daar één van de taken van die het heel erg goed doet. Want bijvoorbeeld op LinkedIn kun je ook al gewoon heel snel heel veel bereik krijgen. En dus in contact komen met jouw ideale klant. Maar stel dat jouw doelgroep op een ander kanaal zit, zoals Instagram of Facebook, dan kan dat zelf ook daar. Maar ik raad zelf LinkedIn aan, omdat het algoritme is nu heel gunstig. En dat, ja, waar we zelf ook de beste resultaten uit. Dus content creëren is de eerste. Wat je dan kan doen, ook een andere effectieve manier om sales calls te genereren, is één hele goede manier, als je dan content plaatst, is door reviews te plaatsen. Maar misschien heb je nu nog geen klanten. Wat je dan kan doen, dan kun je mensen ook gratis een gratis coaching call geven of een gratis workshop geven in ruil voor een review. Want dan kun je die reviews ook weer gebruiken op je social media. Heb ik in het begin ook gedaan. Wat ik toen deed was, ik ging mensen dan een website, ging ik een Loom video maken, was ik dan vaak een half uur mee bezig. En dan ging ik hun website, met een filmpje ging ze daar feedback op geven. En dan gaven ze mij in ruil daarvoor gaven ze een review. En dan kon ik die reviews weer plaatsen op mijn site en op social media, waardoor ik dan weer social proof had en zo op die manier meer klanten kreeg. Oké, dat is het volgende. Daarnaast, weggevers maken en 7 uur aan videomateriaal creëren. Dus wat het geval is, is als iemand 7 uur aan content van jou consumeert, of 7 à 8 uur is het, dan is wetenschappelijk bewezen dat diegene heel veel interesse heeft in je dienst. Dat diegene dan bijna zo goed als converteert. Dus stel dat jij dus 7 uur consumeert, stel dat jij nu 7 masterclasses van mij had bijgewoond, van allemaal 1 uur, dan was je dus bij die 7 uur aangekomen. En je wil er dus eigenlijk voor zorgen dat zoveel mogelijk van jouw ideale klanten bij jou in die 7 uur aan contentregel komen. Want dan krijg je dus heel erg veel klanten. Dan genereer je dus heel erg veel aandacht. En die aandacht wordt dan ook geconverteerd. Dus wat een hele waardevolle is, is bijvoorbeeld masterclasses als deze maken en voorbereiden en doen. En die opnemen. En die kun je dan gebruiken in jouw socials of op jouw socials als content. Om mensen eigenlijk, zonder dat jij zelf betrokken bent in het proces, dat je continu met die mensen hoeft te bellen, et cetera. Dat ze eigenlijk zonder jou gewoon opwarmen richting de volgende stap, right? Dus weggevers maken is echt een hele waardevolle. Want je wil ook echt zoveel mogelijk waardevolle content weg gaan geven. Want dat zorgt ervoor, als je waardevolle content weggeeft, dan blijven mensen dus kijken. En als mensen blijven kijken en die 7 uur halen, dan is de kans dus heel groot dat ze converteren. Dus als je niet alles weggeeft wat heel erg waardevol is, of je hoeft niet alles weg te geven, maar in ieder geval wel heel veel hele waardevolle dingen, dan gaan mensen ergens anders kijken. En dat kan Netflix zijn, dat kan bij mij zijn, dat kan Videoland zijn, dat kan bij een concurrent van jou zijn, het kan van alles zijn. Maar je wil dus de aandacht van mensen hebben om die later ook te kunnen converteren. Het volgende is dan potentiële klanten toevoegen op LinkedIn en outreach doen. Dus gewoon berichten versturen dus naar mensen in je netwerk, naar potentiële klanten die mogelijk interesse hebben in jouw dienst. Dus mensen in je netwerk kun je ook benaderen voor jouw gratis service of betaald. En in deze fase is het ook, voor mij was het in ieder geval heel erg belangrijk, ik zie het vaker terug, dat je content gaat consumeren over mindset. Dus dat je je mindset verbetert, want je moet dit dus een tijdje doen. Je moet een tijdje die inputs gaan leveren voordat je de outputs krijgt. En de inputs weet je, maar je kan er zelf ook mee stoppen. En om er niet mee te stoppen, heb je dus een goede mindset nodig om dus door te zetten. Want anders dan heb je alsnog niet de tijdsfactor en heb je niet die output, right? Het volgende is content marketing.
Want via content ga je voornamelijk, of zie ik bij mij veel klanten dat ze hun klanten krijgen in het begin. Dus je moet zelf, naar mijn mening, als je dit wil gaan doen, moet je dan content consumeren over hoe jij goede content schrijft op LinkedIn. Ik heb eventueel, dus die wat ik hier bovenaan zei, deze die gaat er ook deels over content marketing op LinkedIn. Dus de perfecte LinkedIn-post, hoe je die schrijft, et cetera. Dus als je een comment met 3 achterlaat onder deze masterclass, dan krijg je een uitnodiging voor deze school community. Maar dat is dus heel erg belangrijk. En copywriting ook. Dus dat is copywriting is teksten schrijven. Dus gewoon hoe jij teksten op zo'n manier schrijft dat ze bereik en klanten opleveren op het platform. Als je dat hebt, dan heb je dus ook meer leads daardoor en daardoor ook meer saleskans. En daarnaast moet je natuurlijk ook weten hoe je die saleskans dan converteert in klanten. En dat is de skill van sales. Dus mocht je ook dit graag ergens willen leren, we hebben zelf gewoon, ik heb precies gemaakt waarvan ik dacht dat ik het nodig had toen ik zelf ook startend was. Dus wij hebben zelf gewoon een heel programma met allemaal content hierover, zodat je alles zo kan leren. En we helpen je dan ook gewoon om je strategie te bepalen, et cetera. Dus mocht je dat willen, dan stuur me gerust even een DM met info. Als je me een DM of hieronder reageert of een DM stuurt met info, kan ik je ook meer informatie daarover opsturen. Dat eventjes tussendoor. Laten we gewoon lekker verder gaan, want dit is wel heel erg belangrijk. Want je hebt gewoon bepaalde skills nodig om zelf ook die inputs goed te kunnen leveren. Want als jij dus hele goede skills hebt, dan wordt de input ook beter. Right? Dus als je heel goed kan schrijven, kun je ook sneller meer schrijven met meer dan is de energiefactor. Dus dan gaat het gewoon een stuk beter. De andere belangrijke is dat je de drempel laag maakt voor mensen om met je in contact te komen. Want op dit moment, als je nog helemaal startend bent, zonder doelgroep, zonder reviews, et cetera, ja, dan hebben mensen, of dan kan het gewoon zijn dat mensen wat minder tijd voor je hebben, right? Of dan kan het gewoon zijn dat mensen zoiets hebben van, hé, maar waarom zou ik nu met jou gaan meeten? En dat is niet slecht of iets in die richting. Dat is gewoon, heb ik ook gehad in het begin. En je moet dan eventjes je plek kennen. Dus dan is het ook dat mensen af en toe wat trager reageren. En dat je dan niet boos gaat worden of niet arrogant gaat worden van, hé, deze persoon waardeert mij niet. Want die persoon heeft ook zijn eigen resources die hij weer moet besteden. Dus zo zit dat zelf. Daar moet je even rekening mee houden. Oké. Dan de meest gemaakte fouten. En dit zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 van de 23 fouten. Het eerste is naar mijn mening. Want kijk, zoals ik al zei, als je deze drie niet goed kiest, dan heb je eigenlijk al zo goed als verloren. Klinkt heel hard, maar het is wel zo. Als je die drie niet goed kiest, dan heb je. Want het is echt die 0,8% die zorgt voor 51,2% van het resultaat. En wat ik nu zeg is niet helemaal politiek correct, maar zo zeggen dus andere ondernemers die zeggen replicate before you iterate, zoals Alex Hormozi ook. Dus Russell Brunson, dus Alex Hormozi zegt replicate before you iterate. Russell Brunson noemt het funnel hacking. Wat het eigenlijk is met je niche aanbod en mechanisme, is dat je niet een uitvinder wil zijn, maar dat je wil doen wat al werkt. Dat klinkt heel raar. Wat het is, stel je voor je bent een uitvinder. Je wil zelf een product uitvinden. Als je dan doorbreekt met die uitvinding, dan heb je een gigantisch resultaat. Dan heb je echt heel veel geld dat je kan verdienen. Maar het probleem met uitvinders is 99%, of ik weet niet, ik zeg wel dat het getal is, maar voor het voorbeeld, 99% van de uitvinders, dat gaat niet door. Dus dan investeer je heel veel ergens in en dan komt er niks uit. En dat is dus als je een uitvinder gaat worden met de dingen die je wil gaan maken, dus je niche, je aanbod, je mechanisme, et cetera, dan gok je er eigenlijk op dat die 50% van je business dat het goed moet gaan. En dit is dus niet, ik zeg gewoon de waarheid, dit is niet helemaal politiek correct. Maar wat je eigenlijk wil doen is, doen wat al werkt. Doen wat je al ziet werken in jouw markt. Dus wat je eigenlijk wil doen is, je wil gaan kijken in je markt naar, hey oké, wat werkt er nu al? Biedt iemand anders al een soortgelijk iets aan waar die omzet mee genereert? En zo ja, dan wil je dat doen en dan wil je dat beter doen. Dat is eigenlijk vooral als je startend bent. Want zoals ik hierboven al zei, je hebt niet oneindig de tijd, want je hebt gewoon cash op je rekening nodig. En omdat je cash op je rekening nodig hebt, wil je niet het allerbelangrijkste onderdeel van jouw business daarop gaan gokken. Ik denk echt dat is echt het laatste waar ik op zou willen gokken, als het ware, als ik er zo logisch over nadenk. Dus hoe Hormozi het zegt is replicate before you iterate. Dus repliceer het eerst voordat je het zelf aanpast. En Russell Brunson doet het funnel hacking, dat je dan gaat kijken van, hey oké, hoe kan ik funnels gaan analyseren van andere mensen? En dan zo op die manier hun hacken. Dus hetzelfde doen om de resultaten ook te krijgen. Ik noem het gewoon: kijk wat werkt in de markt. Kijk wat iemand anders al doet. Dupliceer dat. Maak er je eigen personal brand van. Dus je hebt zelf ook andere strategieën. Je hebt zelf ook andere filosofieën. Dus het mechanisme kan iets aangepast worden. Dus hoe je het zelf doet. Dan is je traject is eigenlijk anders. Hoe je de mensen daar brengt. Maar hetgeen wat je dan aanbiedt ongeveer. Dus het aanbod met het mechanisme en het eindresultaat.
kan dan ongeveer hetzelfde zijn. Want waarom? Je weet dat het al werkt. En als je niet weet dat het werkt, dan ben je aan het gokken op dat dat stukje dus mogelijk goed is. En dat is echt naar mijn mening het laatste wat je zelf wil doen. Dus het is heel politiek incorrect, maar wel de waarheid. En dit heb ik zelf zo ook gedaan in het begin. En later, als je dat in het begin gewoon doet, maak je daarmee je eerste meters. Dus dan krijg je daar gewoon klanten voor. En dat was bij mij bijvoorbeeld ook met marketing consulting. Want ik zag dat het al werkte. En ik dacht, oké, ik ga het dan zelf ook doen. En dan later zie je van, later krijg ik heel veel vragen van andere mensen over, LinkedIn consult. Kun je mij uitleggen over LinkedIn? En toen kreeg ik daar zoveel vragen over dat ik dacht van, oké, ik ga switchen naar deze richting. Dus dat was al niet gekopieerd. Maar door in de juiste richting te beginnen, heb je al meteen omzet, heb je al meteen klanten. En dan kun je vanzelf verder itereren naar iets wat voor jou werkt. Dus dit is echt het hele eerlijke, want ik zeg het je ook, omdat ik hoop dat jij gewoon je business, want je doet, als je deze masterclass ook kijkt, dan betekent het ook dat je gewoon echt serieus bent over je business. Als je hier nog bent gekomen in de masterclass, dat je echt serieus de volgende stap wil zetten en misschien ook wel gewoon verder wil groeien naar bijvoorbeeld 10k per maand of meer. En dan vind ik gewoon dat je dit moet weten, want dit is echt zo'n geheimtje, of gewoon een geheim wat niet helemaal politiek correct is, maar wat wel gewoon zo is en wat ook heel veel mensen toepassen die ik zelf ken. Dus dat is het eerste stuk. Oké, even kijken. Nice, een aantal mensen die info reageren. Super tof, dan ontvangen jullie straks ook informatie over het traject in jullie inbox. Ik ga eventjes verder ondertussen. Sorry voor de vragen, maar anders wordt deze masterclass helemaal te lang. Oké, het volgende is dan geen unique mechanism. In mijn geval is het bijvoorbeeld organische marketing op LinkedIn. Wat ik best wel vaak hoor bij andere startende coaches en dienstverleners. Dus die starten dan en ze hebben dan een aanbod. En wat ze dan vervolgens zeggen is het volgende. Nee, maar ik help niet alleen mensen met één ding. Ik kan mensen met alles helpen. Ik kan mensen helpen met dit en met dit en met dit. Dus ik wil geen unique mechanism. Maar als jij nog geen autoriteit hebt momenteel, als jij niet Michael Pilacic bent, of als jij niet Alex Ramosi bent, dan wil jij gewoon een unique mechanism hebben. Want mensen online denken, ja, maar wie ben jij precies, right? Dus mensen online weten niet wie jij bent. Tenzij je heel veel autoriteit hebt, dan kunnen ze zeggen van ja, ik kan je met alles helpen. Maar anders is het in mijn geval ook, ik ken mijn plek ook, organische marketing op LinkedIn. Heel concreet, right? Dat doe ik met een reden, omdat het gewoon werkt. En ik heb er niet zo mijn ego aan, dat ik dan, ik kan ook mensen, deze masterclass gaat totaal niet over organische marketing op LinkedIn. Het is een beetje gerelateerd. Ik kan mensen met zoveel andere dingen helpen, met teams bouwen, met schalen, met een offer maken. Noem maar op. Maar ik zeg heel bewust organische marketing op LinkedIn, omdat het werkt. Het werkt. Dus ik haal mijn ego daar zelf uit en ik doe gewoon wat werkt daarin. Dus that's it. Je kan echt niet wegkomen zonder unique mechanism. Zegt een andere mentor voor mij ook, die vorig jaar 40 miljoen dollar had gedraaid in de Amerikaanse markt. Hij zegt, oké, je kan als je startend bent, kan je niet wegkomen zonder unique mechanism. Dus dat is echt een hele belangrijke. Deze is nog wel belangrijker. Geen brandend haar aanbod. Of een niche zonder koopkracht en geen brandend haar aanbod. Dat je dus een probleem kiest. Wat mensen niet zo waardevol, wat ze dus van zichzelf niet al willen oplossen. Niet iets waarvan ze denken van, hier wil ik echt geld in investeren. Hele grote. Dus ik heb daar ook die training over, die je dan kan aanvragen door niche te commenten. En dan sturen we die je toe. Alleen, dat is een hele belangrijke. Oké, dan het volgende, heb ik net al uitgelegd. Dus werken met complexe funnels, websites en cursussen. Want het duurt lang om die op te zetten. En heb je dus minder snel je eerste klanten. Als je nu een hele grote doelgroep hebt, een hele grote audience, dan kan het wel werken. Met context afhankelijk. Maar ik ga vanuit dat de meeste startende ondernemers nog niet een grote audience hebben. Zoals een Facebookgroep, een e-maillijst, een Instagram account, et cetera. Oké, niet genoeg doorzettingsvermogen. Dat kan er ook eentje zijn. Want, dat zei ik net al, als je die tijd niet volhoudt, als je niet de acties blijft doen om uiteindelijk te komen bij je doelen, dan ga je het ook niet redden, right? Dus doorzettingsvermogen. Geen tijd willen investeren in cursussen kijken. Deze zie ik ook heel erg vaak terug, dat mensen die helemaal startend zijn, die het vertikken om een cursus te kijken. Dat ze zoiets hebben van, nee, ik hou niet van video's te kijken of zo. Dan denk ik van, ja, maar je moet doen wat nodig is, right? Je hebt deze skills nodig van mindset, van content, copywriting en sales. En je moet daar iets voor doen om die te krijgen. Want als je die niet hebt, dan lukt het niet om klanten te krijgen. Dus je hebt bepaalde inputs te leveren om die skills te leren. En als je geen zin hebt om cursussen te kijken, dan is het prima, maar dan krijg je die skills niet. En als je die skills niet hebt, dan krijg je geen klanten. Dus wees er niet eigenwijs in. Want een van de meest efficiënte manieren is gewoon een cursus kijken. Want dat kost relatief veel minder geld dan een workshop. En het is, kijk, bijvoorbeeld deze masterclass hier zo. Hij is nu iets van een uur bezig, iets langer. Maar ik ben zelf gewoon 3 uur bezig geweest om deze voor te bereiden. Dus je krijgt ook heel veel concrete tips in een korte tijd. Wat het dus zo waardevol maakt. Oké,
Dat is deze. Geen outreach doen. Dus niet dat ze continu bezig blijven met randzaken. En dat ze niet gewoon de mensen in hun netwerk al, die heel warm zijn, heel gekwalificeerd zijn, dat ze die niet gewoon benaderen. Want dat kan ook gewoon heel erg snel heel veel omzet opleveren. Geen heldere visie hebben. Dus stel je voor dat je hebt echt een duidelijk doel nodig. Je hebt iets nodig van, hey, oké, ik doe dit omdat ik naar 10k per maand wil groeien. En omdat ik dan ook kan zorgen voor mijn familie. En omdat ik dan vrijheid heb en kan reizen en werken waar ik wil. En dat ik me niet meer zorgen hoef te maken om geld. Allemaal dat soort dingen. Dus die visie heb je nodig. En die moet je ook voor je houden. Want moet niet, maar ik raad het wel aan. Want anders dan, als je dan nog geen resultaat ziet soms, dan denk je ook van, ah, die visie die trekt je er doorheen. Dus dat is een manier voor doorzettingsvermogen. Oké, okay, ook een hele goede is als je start, dus meteen starten met e-mailadressen verzamelen. Dat is een hele waardevolle, want als je dat doet, dan bouw je ook een e-maillijst op. En dus ook een andere fout die ik vaak zie, is dat mensen niet te waardevolle content weg willen geven. Heb ik het net al over gehad, dus ik ga het niet herhalen, maar je wil dus dat mensen 7 uur aan content van je kijken. Als je geen waardevolle content weggeeft, gaan mensen niet 7 uur van je kijken. En dan doen ze bij iemand anders, en dan converteren ze ook bij iemand anders. Ja, dus dat ze snel opgeven, verkeerde verwachtingen hebben en mindset issues, snap ik ook. Want heel erg veel mensen die zien ook advertenties online van mensen die dan zeggen van, hey, oké, je kan binnen 3 maanden naar 10k per maand groeien vanaf nul of wat dan ook. En ja, heel eerlijk, dat haalt 99% van de mensen gewoon niet. Er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen. Wat soms ook gebeurt is, daar walg ik ook een beetje van. Soms dan zie ik video sales letters van mensen uit Amerika. Kijk, ik snap hoe dat werkt. Nee, wat er dan bijvoorbeeld gebeurt is, dan zeggen ze van, hey, je kan in 3 maanden naar 10k per maand groeien, zoals Michel, die dat ook heeft gedaan, die in 3 maanden naar 10k per maand groeide. Of zoals Michael, die dat ook heeft gedaan. Maar dan zeggen ze er niet bij dat Michel en Michael bijvoorbeeld al een hele grote doelgroep hadden op YouTube, waar ze 1 video over konden maken, die ze 10 sales calls opleverden. En dan vervolgens nou, dat 3 het kochten voor 4k per stuk. Dat zeggen ze er dan niet bij. Dus dan zeggen ze niet van, hey, die hadden al een doelgroep en daardoor ging het makkelijker. Nee, dan framen ze het alsof hun hebben het gedaan, dus jij kan het ook, snap je? Dus dan zeggen ze niet de context erbij die bepaalt, die laat zien van, hey, oké, dus op die manier is het mogelijk. Maar als je helemaal startend bent, is het best wel lastig om 10k te verdienen in 3 of op 10k per maand te komen in 3 maanden. Het is niet onmogelijk, maar zoals ik al zei, de kans is gewoon, ja, verkeerde verwachtingen, dat zorgt ook voor dat je het dan niet volhoudt. Dus dat is een hele belangrijke. Oké. Okay. Dan 1k tot 4k per maand. Dit was echt het belangrijkste stuk van allemaal. Vooral deze, echt die 0,8%. Veruit het belangrijkste stuk van allemaal. Even kijken of er tussendoor vragen zijn. Oké, okay, niche info. Vraag zie hierboven. Wat is een goede tekst om gratis coachgesprek workshop weg te geven in ruil van een review? Meestal benader ik daar gewoon mensen voor privé in de DM, Sarah. Dan zei ik gewoon van, hey, ik zie je website of hey, ik vind dat je toffe dingen doet. Mag ik je misschien een gratis gesprek aanbieden in ruil voor een review als je het goed bevalt daarvoor. En super tof ook al die info's. Ja, en mocht je trouwens ook van, nou, ik kom daar straks eventjes op. Maar we hebben het nu zoveel gehad over die niche, het aanbod en dus het mechanisme, het prijspunt, et cetera. Die video die krijg je al van ons. Kijk, hier zo wil je dus vooral kijken van, hey, heb je nu heel veel tijd beschikbaar om te investeren of meer geld beschikbaar om te investeren? Want de input die je dus moet leveren is je niche, aanbod en mechanisme optimaliseren. Kijk, een hele efficiënte hiervoor, als je nu geld hebt liggen, is door gewoon een traject te kopen bij iemand die heel erg met je mee kan kijken naar het aanbod daarvoor. Want het is zo'n belangrijk stuk in je business. En dat is gewoon een hele goede pitch, uiteraard. Maar het is ook echt zo, want dat is zo'n belangrijk punt. Dus als je dat beschikbaar hebt, dan kan ik je alleen maar aanbevelen om ook met iemand hiervoor te zitten die al ervaring heeft met die offers maken en noem maar op. Want dat kan je gewoon heel erg veel opleveren en ook vooral tijd besparen die anders verspild is als je een aanbod hebt wat niet werkt. En met tijd kun je uiteraard al meer tijd er zelf in steken. Maar je wil dus kijken van, hey, oké, als dit nu je bottleneck is, welke middelen die ik dan nu heb, kan ik daarin investeren om het op te lossen en wat is daarvoor nodig? Dat is deze. Oké. Okay. Dan van 1k tot 4k per maand. Dus kijk, deze dingen zijn allemaal fundamenteel ook voor verder. Maar dit is vooral echt van 0 naar 1k per maand. Als je dan al 1k tot 4k hebt gedraaid. Kijk, wat het dan vaak is. Dus kijk, ik had zelf hier zo. Toen ik echt startte. Ik was in april 2021 gestart. Met mijn Facebook Ad Agency. En toen was ik eigenlijk al na 2 maanden gestopt. Omdat ik het niet heel erg leuk vond. Dus het stukje, ik kon niet. Toen werkte ik dus tot 2 uur per dag. Ik dacht van, oké, ondernemen is niet voor mij. Mij was ook beloofd dat ik in 6 weken, wat is het, mijn eerste klanten zou krijgen. Of op 10k zou zitten of zo. Ik weet niet meer zeker. Maar ik had in ieder geval verkeerde verwachtingen. Nou, en toen stopte ik dus daarmee in april. En toen dacht ik in oktober, dacht ik van, oké, dit was gewoon niet mijn passie. Mijn passie is andere jongeren helpen met hun zelfbeeld. Dus dan kan ik wel hard gaan werken. En dat ga ik doen.
En dat was toen gestart in oktober 2021. En dan kwam ik erachter, hey, dit was best wel lastig om omzet te genereren. En toen vervolgens, in december 2021, startte ik met marketing consulting en websites bouwen on the side. Dat had ik toen in december 2021 mijn eerste 1K maand. Dus dat is van 0 tot 1K per maand. Ik ga tussendoor ga ik heel eventjes zitten. En dan hier zo, van 1K naar 4K per maand. Dus eigenlijk van december 2021 tot en met ongeveer mei 2022. Sorry, december 2021 tot ongeveer mei 2022. Deed ik vooral websites bouwen en marketing consulting. En uiteindelijk was dat ook mee gegroeid naar 4K per maand. Dus ik had toen in februari had ik een business coach ook ingeschakeld die me ook hielp met mijn aanbod. Omdat ik hier zo dus de eerste omzet die ik zag, ik dacht oké, een aanbod is zo'n belangrijk iets. Want als ik enkel mijn aanbod een prijspunt aanpas en ik dan een sale maak, levert het me al meteen heel veel meer extra op. Dus dacht ik van hey, oké, ik ga een business coach inschakelen die me kan helpen met mijn aanbod. En toen had ik zelf in februari al direct een sale voor mijn funnel agency van 3,5K. Dus dat had ik al meteen mijn recordmaat. Right? Dus dat is een hele interessante, dat echt een verandering in je aanbod je hele business gewoon compleet kan veranderen. Nou, toen eigenlijk vanaf februari had ik een funnel agency, waar ik ook websites bouwde en dus een beetje consulting gaf. En zat ik meestal tussen de 1K en 4K per maand, dus deze fase. Hier heb ik zelf ook ingezeten in ongeveer 2 jaar geleden was dat. Dus het kan snel gaan, jongens. Wat zijn dan belangrijke acties in deze fase? Stel, hierboven hadden we het dan over een 1-op-1 traject. Als je een andere dienst hebt, zoals ik ook heb gehad, met websites bouwen of funnels bouwen of consulting, geldt ongeveer hetzelfde. Dingen waar je van groeit, is de prijs iets verhogen van je traject of van je dienst. Dat is vaak een hele makkelijke manier om het te laten groeien. Dus echt met iets van nou, ongeveer vaak, wat is het, 30% à 50% omhoog, zoiets. Dat als klanten dan klaar zijn, dat ze dan iets kunnen verlengen met bijvoorbeeld voor bijvoorbeeld maandelijkse coaching voor een korting. Dus stel, jouw eerste traject was 1500 euro. Dan kunnen klanten na die tijd verlengen voor 300 euro per maand. Want anders is het 500 euro per maand en nu is het dan 300 euro per maand. Een andere belangrijke actie is dat je je enorm blijft focussen op verkeer genereren via content marketing. Want hierboven in de eerste fase zeiden we al van hey, oké, content marketing is echt een methode via waar jij in contact komt met jouw ideale klant. En in deze fase wil je eigenlijk meer content gaan plaatsen en betere content gaan plaatsen. Waardoor je dus meer bereik krijgt en meer leads genereert die ook interesse hebben in jouw diensten. Je wil vervolgens ook weggevers blijven maken voor de 7-uur contentregel. Want waarschijnlijk heb je. Je wil ook steeds weggevers blijven maken. Ik maak nog steeds nieuwe masterclasses, gewoon puur steeds weer om waarde te bieden. Om vanuit andere perspectieven mensen na te laten denken en ze zo extra waarde te geven. Om hun business te laten groeien. En ik kan je ook aanraden om hetzelfde te doen. Want als je zelf gewoon als iemand die nu al een beetje draaiende is, van tussen de 1 en 4K per maand. Als je mensen dan heel veel waarde blijft geven, dan komt er ook gewoon meer naar je toe. En een volgende, dit is een hele belangrijke ook. Dat is een part-time VA-recruiter. En een part-time VA, dat is vaak in deze fase een student. Toen ik zelf 1000 euro per maand draaide in januari 2022, hier zo, had ik mijn eerste part-time VA aangenomen. Dit was een jongen die ook werkte in het restaurant van mijn ouders. En het was niet in dienst vast, het was gewoon een freelance. En wat hij dus voor 10 euro per uur freelance, was gewoon een jonge jongen, of dat was 12 euro, 15 euro, zoiets. Dus echt best wel goedkoop voor een freelancer. Maar hij was zelf een student. Dus anders werkte hij gewoon ergens anders voor nog minder. En hier had hij dan een baantje waar hij ook nog veel kon leren. En voor mij is het ideaal, want de dingen die hij dan moest doen waren niet heel lastig. Het waren dingen als een software instellen, of het waren dingen als nou, een betaalpagina instellen, of dingen als een designtje maken. Dus gewoon heel veel dingen die mij heel veel, of een websitepagina instellen, heel veel dingen die mij heel veel tijd bespaarden. En dan hoefde hij nog helemaal niks te kunnen. Wat ik dacht wel altijd zei was, hey, oké. Evan heet hij. Zeg, hey Evan, zou jij even Calendly in kunnen stellen, deze software? Ik weet zelf niet hoe het moet, maar kun je op Google opzoeken hoe het moet? En als je er niet uitkomt, kun je dan uitzoeken waar je hun een vraag kan stellen? En als je er echt niet uitkomt, kun je dan mij een bericht sturen voor een vraag voor iets? En dan was het eigenlijk altijd na 2 dagen, hey Michel, het is geregeld. Dus altijd, het is echt ideaal. Dan heb je een goedkoop iemand, want in deze fase heb je gewoon niet het budget om een VA te betalen voor 40 euro per uur. Dus ik raad je dan aan om om een VA te recruiten die een student is. Die freelancer te maken en dan vervolgens zo de simpele taken in jouw business te laten doen. Ik heb hier eventueel ook een video over, over hoe jij een VA kan recruiten. Dat is een video ook uit mijn betaalde traject. En mocht je die graag willen ontvangen, laat dan even een comment achter onder deze live met het woord VA.
Dan stuur ik je die training ook gratis toe. Alright, dat is deze. Even kijken of er tussendoor vragen zijn. Oké, dank je info. Wat als je een kleine niche hebt? Ja, wat is klein? Dat is het. Hoeveel tijd spendeer je dagelijks slash wekelijks aan het maken van content? Het is een beetje afhankelijk van je fase waarin je dan zit. Oké, VA's. Oké, perfect. Oké. Sorry. Hoertje. Ik ontbijt tegenwoordig altijd met een shotglaasje olijfolie. Van extra virgin olijfolie. En dat is dus heel goed voor je. Maar af en toe dan bolt het een beetje op. En dan krijg je zo'n olijfolie smaak. Dus die is heel lekker. Maar goed, dat er zijn. De outreach blijven doen aan jouw ideale klant. Dus echt de focus daarop houden. Dus het is vooral eigenlijk die content en outreach. Dat die zorgen ervoor dat je de sales calls gaat genereren voor jouw business. En die wil je ook in deze fase blijven doen. Je wil daar meer van doen. En je wil dat beter gaan doen. Waardoor je dus meer sales calls gaat genereren. Want de groei zit hem vooral in dat je je prijzen iets verhoogt. En dat je dus meer sales calls gaat genereren voor je business. En je wilt dus ook reviews en klantresultaten blijven plaatsen. Om op die manier meer proof te hebben voor jouw business. En zo meer sales calls te genereren. En mocht er zelf op een gegeven moment een aantal warme leads zijn in jouw doelgroep. Die duidelijk steeds engagement tonen. Die jouw weggevers aanvragen op LinkedIn, et cetera. Dan kun je ook een lancering gaan doen. En met die lancering, dus jouw doelgroep gaan converteren. Dus voor een lancering, ik ga het nu niet helemaal uitleggen hoe dat zelf zit. Maar ik heb ook een training daarover. Over lanceringen. Ik geef gewoon lekker wat weggevers weg vandaag. Deze gaat over alles wat betreft een lancering. Dus content, het DM-proces, het salesproces, e-mailmarketingproces. En ik behandel hier hoe ik toen zelf 176k in een maand heb gedraaid via een lancering. Dus mocht je die willen ontvangen, laat dan even een comment achter met lancering. Dan sturen we die jou ook toe. Dan heb je die ook in je inbox straks. Dat is de volgende. Oké, dat zijn de belangrijke acties in deze fase. En wat zijn dan de meest gemaakte fouten die ik terugzie bij andere coaches en dienstverleners die hier in deze fase zitten? Dat is dat ze meerdere offers gaan toevoegen en focus verliezen. Dat ze bijvoorbeeld denken van, hey, oké, ik heb nu zelf mijn 1-op-1 traject een paar keer verkocht. Maar ik wil nu ook een groepstraject bij gaan bouwen met een cursus. En dat ze dan de aandacht verliezen van content en outreach voor sales calls. Naar een cursus bouwen en een groepscoachingstraject bouwen. Wat er dan voor zorgt dat de focus weer meer versplinterd is. En dat is gewoon minder handig voor de business. Dat is een veelgemaakte fout. Een volgende fout is dat ze liever een passiever model zoeken. Dat ze zoiets hebben van, nee, oké, ik wil toch liever een low subscription community gaan bouwen. Want dan hoef ik zelf geen calls te doen. Maar geloof me, dan moet je die onderhouden. Je moet daar antwoorden geven. Dat is een stuk lastiger om zelf groot te krijgen voor omzet in het begin. Als je geen grote doelgroep hebt dan een high ticket coaching offer. Dus er zijn niet heel erg veel passievere modellen in het begin. Je moet hier gewoon even doorheen. En uiteindelijk als je dan verder gegroeid bent. Dan wordt het een stuk fijner om ook deze business te runnen. Oké. Okay. Wat ze soms ook proberen is dan nieuwe skills proberen te ontwikkelen in plaats van de huidige skills verdiepen. Dus nog steeds hier is eigenlijk de bottleneck voor de business. Als je eenmaal een goed aanbod hebt, wil je hier nog steeds sales calls gaan genereren. Dus de skills die je wil gaan genereren, die moeten ertoe leiden dat je meer sales calls genereert. Dus het liefst niet iets als leiderschap op dit punt, maar gewoon blijven focussen op content, op marketing, op copywriting, et cetera. Zodat je zelf die acties blijft uitvoeren om zo uiteindelijk ook de business en de sales calls en de omzet te krijgen die je zo graag wil. Okay, een andere fout is hier zo de verkeerde part-time VA recruiten. Vooral voor een te hoog bedrag. Dat je dan een VA recruit voor tussen de €35 en €55 per uur. Dus VA's, als ze dit van mij horen, mogen ze me nooit zo heel erg. Dat ze denken van, nee, maar dan heb je wel een VA die kennis heeft. Heb je helemaal gelijk in. En jullie hebben absoluut heel erg veel waarde. Maar niet, naar mijn mening, in deze fase voor deze ondernemers. Want deze ondernemers, die hebben geen budget om jou te betalen voor bijvoorbeeld 6 uur per week keer €35. Dat is gewoon €720 per maand. Dat is gewoon zo. Dat is zo ontzettend veel. En je hebt het liefst gewoon een VA die nog meer kan doen. Dus je wilt het liefst gewoon hier een part-time VA hebben die eigenlijk student is. Die dan bij jou net iets meer verdient. En dan ook dat jij een hele goedkope freelancer hebt. Oké. Okay. Dat ze niet doorinvesteren in de business. Dus het liefst wil je eigenlijk dat je de omzet die je hier maakt. Want je hebt, heel eerlijk, hier heb je nog niet echt flink vermogen wat je kan opbouwen met je inkomen. Dus het liefst wil je het inkomen wat je hiervan krijgt, en dit is uiteraard weer geen financieel advies, dat je dat doorinvesteert in je business. Dat je dat doorinvesteert in je skills, zodat je er ook weer meer sales calls mee kan genereren. Dan uiteindelijk, als je dan het verder opstapelt en blijft opstapelen, en uiteindelijk 10k per maand verdient of meer, dan kun je wel ook meer vermogen gaan opbouwen ook. En het geld, naar mijn mening, op andere manieren beleggen.
Oké, motivatieverlies kan er eentje zijn dat mensen denken van hé, oké, het wordt hier toch een beetje lastig. Ik ga een ander businessmodel proberen, maar elk businessmodel is zelf lastig, of bijna allemaal. En dit is ook een hele grote, maar dit is ook bij de eerste, dat heb ik af en toe bij klanten gehoord, dat ze dan zeiden van ja, Michel, ik kan niet meer leren. Ik kan niet meer leren. Ik dacht, hoezo kan je niet meer leren? Dat ze de skills niet willen leren. Dat ze eigenlijk gewoon willen dat iemand anders het allemaal voor ze doet. Maar kijk, stel je voor, je gaat nu vooral sales calls genereren via content. En als je het zelf, de content moet daarvoor heel erg goed zijn. Als je zelf iemand hele goede content voor je wil laten schrijven, dan betaal je daar veel geld voor. Want er zijn heel erg veel mensen die content kunnen schrijven, maar weinig mensen die content kunnen schrijven die ook werkelijk sales calls genereert. Dus je moet dit zelf bijna wel zelf leren als je weinig middelen hebt in de vorm van geld dat je kan uitgeven om de post voor je te laten schrijven. En dan moet je hoe dan ook op heel veel punten als ondernemer gaan ontwikkelen. Dus als je niet wil leren, als je jezelf niet wil ontwikkelen, ja, ik zie hem soms terugkomen en dan denk ik echt, maar hoezo kan je niet meer leren? Dus dat is echt een, als je deze hebt, dan weet ik echt zeker dat deze masterclass bijna je hele leven zo kan veranderen. Want gewoon als je dan blijft leren, een van de adviezen van Michael Pilacek, ik werk ook samen met Michael Pilacek. Ik vroeg aan hem van, hey, oké, stel je voor dat je jouzelf van, want hij is nu 54, dat je jezelf van 24 drie adviezen mag geven. Welke adviezen zou dat dan zijn? Hij zei, zet doelen, ga er vol voor en blijf leren. Die drie. Zo basic ook eigenlijk, maar ook zo krachtig als je het zo bedenkt. Maar de derde is dus ook blijf leren. Het is zo'n fundamenteel principe. Alle meest succesvolle mensen die ik ken, die houden allemaal zo erg van leren en zichzelf ontwikkelen. Dus je wilt ook echt zeker weten blijven doen. En wat zijn dan manieren om te groeien met je business nu op dit moment? Kijk, je kan in principe op twee manieren jouw business laten groeien. Je kan of meer klanten genereren, of de klanten die je genereert meer waard maken. Die twee zijn er. Dus of meer klanten genereren, of die klant meer waard maken. Denk er maar over na. Er zijn niet andere manieren om je business te laten groeien. Want ja, als ze opnieuw iets kopen, dan maak je ze dus meer waard. Als je een cross-sell aanbiedt, maak je ze meer waard. Right? Dat zijn ze. Kijk, dus het stukje. Je kan het meerwaardstuk beïnvloeden door een hoger geprijsd aanbod te krijgen. Het meerstuk door betere content en outreach. En ook het meerwaard door de renewals van klanten. Dat zijn de manieren waarop jouw business in deze fase zelf kan gaan groeien. Daar heb ik zelf een mooie weggeveractie, een speciale deze keer. Want ik heb zelf iets nieuws sinds kort. En dat is zelf als mensen deze masterclass, als ze hiervan een foto maken. Want ik heb zelf, laat ik eerst even kijken. Ik laat jullie wat zien. Dit is zelf mijn volledige ChatGPT-cursus. En deze cursus is meer dan 300 keer verkocht. En zoals je ziet, heeft deze cursus iets van ongeveer 20 video's, iets meer. Allemaal video's met ook waarde over sales en nog veel meer. En deze ChatGPT-cursus, die kun jij zelf gratis ontvangen vandaag. Je kan deze gratis ontvangen door het volgende te doen. Als jij zelf, je kan het op twee manieren claimen. Je kan zelf of deze post op LinkedIn. Dus wat je dan kan doen is, dan kan je hier zo naar LinkedIn toe gaan. Naar deze post van mij. Klik je hier zo op alle bijdragen weergeven. En wat je dan kan doen is, dan kun je hier zo klikken op reposten. Dat is het eerste wat je kan doen. Dus je kan hier zo klikken op reposten. En dan gewoon reposten meteen in de feeds van anderen. Als je dat doet, dan sturen wij jou de gratis ChatGPT-cursus toe. Voor ons is dat bereik en voor jou heb je dan een hele waardevolle cursus. Dat is zelf het eerste. Dus dan kun je hier zo klikken op reposten en dan krijg je die gratis. Het tweede wat je kan doen, is je kan op Instagram, je kan een foto maken van deze masterclass. En dan zet mij taggen op je Instagram stories. En dan als je mij dan tagt op je Instagram stories, dan stuur ik je ook een linkje toe van de ChatGPT-cursus. Dus je kan of deze post reposten, of een foto maken en op Instagram stories mij taggen. Dan krijg je die hele ChatGPT-cursus, die ook verkocht is voor €37. En dat geld is allemaal naar goede doelen gestort, jongens. Het is niet verkocht voor geld wat ik zelf heb gehouden. Het is allemaal voor goede doelen. Maar alsnog, jij kan hem gratis krijgen door een van die twee dingen te doen. Lijkt mij een hele mooie. Oké, perfect. Dan hebben we deze. Dan de laatste fase van 4K per maand tot 10K per maand. Even kijken of er zelf vragen zijn. Lancering. Ik ben bijna 62 en leer ik zoveel van jou. Nou, dankjewel, Monique. Dat is super lief van je dat je dat zegt. Outreach zit erop. Thanks en een fijne dag. Nou, hetzelfde als kak. Alright. Dan gaan we zo meteen over naar de derde fase. Van 4K per maand tot 10K per maand. Gaan we even dat bestand behandelen van de 80-20 Power Grid. Zoals beloofd. Ik denk dat heel veel jullie wel nieuwsgierig zijn.
Dat heeft bestand, hoe het precies werkt en hoe het jou ook kan helpen, deze. Dus die gaan we dan hierna nog behandelen. Van 4K per maand tot 10K per maand. Dus gaan mijn journey. Ik had dus zelf tot en met juni 2022 had ik dus, zat ik dus tussen de 1K per maand en 4K per maand. Maar ik bleef doorgaan met outreach, met klanten helpen, met renewals, et cetera. Toen had ik zelf in juni 2022, dus nu iets minder dan 2 jaar geleden, had ik mijn eerste 5K maand. Met dezelfde offers die ik toen had. Dus websites bouwen, funnels bouwen en marketing consulting. Nou, toen vervolgens ging ik in, dit was augustus trouwens, niet september. Dus augustus 2022. Ik ging toen switchen. Ik verkocht allemaal verschillende dingen. Ik verkocht websites, ik verkocht funnels, ik verkocht marketing consulting. Recruitment funnels deed ik nog eventjes. Dus dat was zelf ook, ik kreeg in juni heel veel betalingen, gewoon voor 5K. Maar ik verkocht allemaal losse dingen, dus het was echt een chaos. En toen besloot ik in juli om een consultingpakket aan te bieden. Voor 1500 euro. Zoals ik jullie ook heb aangeraden hier zo boven in deze. Dus van 2500 euro naar 1500 euro voor de eerste 5. En op die manier heb ik dat dus aangeboden toen in juli. In augustus 2022 lanceerde ik dat. En toen had ik mijn eerste 10K plus maand met marketing consulting. En als bewijs daarvoor. Dat is denk ik wel een leuke. Kijk, in Molly. Dit is ons Molly dashboard. En je ziet ook hierboven. Dit is echt van ons. Dit is Moussa Consulting BV. Dus het is echt. Gewoon, ik kan nog een keer refreshen. Dit is echt. Als je hier zo gaat naar juni. Hier zo had ik nog, gebruikte ik het nog niet. Maar hier zo in augustus. Ik was 8K in Molly. Maar ook een paar op rekening. Dus dat was mijn eerste 10K maand toen in augustus. Augustus 2022. En misschien ook leuk. Dus jullie zagen ook hier zo. Eigenlijk in januari 2000. Kijk, hier had ik Molly aangemaakt. Maar in januari 2021 had ik nog 1K omzet. Dus in januari had ik 1K. En in augustus was mijn eerste 10K maand. Nou, dan vervolgens had ik hier zo. Dus die was ik een tijdje doorgegaan. Dus misschien leuk om even te delen. Nou, september 4K. Oktober ook weer bijna 10K. November. Ik had ook een aantal op rekening. Dus dat was ook een keer 20K. Alleen, hier was dan 2K. Januari ook weer 9K. Februari 13K. Maar toen in maart had ik 40K. Right? Het kan echt de stap ook van 10K naar hoger. Die is vaak een stukje makkelijker dan de stap van 0 naar 10K. En dan ging het zo door. Dan was het hier zo. Kijk, en nu zie je bijvoorbeeld hier in april. Dus het kan echt, het kan hard gaan als het ware. En het klinkt altijd zo raar van, maar kijk, hier had ik zelf ook nog 0 bijna, of 1K. Right? Dus ik ben ook, je kan zelf als je echt veel inputs levert en je kiest een goede doelgroep uit met een goed aanbod en een goed mechanisme. Dat is eigenlijk mijn geheim. Ik heb nog nooit zo gedeeld ergens op een masterclass of in een video, maar dat is eigenlijk mijn geheim. Ik heb iets gekozen wat werkte van marketing consulting. Ik heb heel veel inputs geleverd om mijn business te laten groeien. En uiteindelijk eindigde ik hier zo met, hier is nog wat op rekening en hier. Dus dit werkt echt, jongens. Ik hoop dat jullie hier waarde uithalen. Maar goed, dat is die dus. Wat zijn dan belangrijke acties om uit te voeren in het algemeen? In deze fase van 4K tot 10K per maand. Je wilt door blijven gaan met aandacht genereren. Dus wat ik eigenlijk nu ook doe met deze masterclass, ik genereer aandacht. Want aandacht is hoeveel mensen kijken keer de kijktijd. Dus stel je voor, 100 mensen keken deze masterclass. Deze keer zijn er echt heel weinig, maar het komt omdat het waarschijnlijk tweede Pinksterdag is. Deze keer zijn er nu 33. Oké, stel je voor 33 mensen. Ja, je kan het begin terugzien als je naar mijn LinkedIn profiel toe gaat. Leo straks. Leo vraagt, kun je deze masterclass ook terugzien? Als je straks naar mijn LinkedIn profiel toe gaat, dan kun je ook deze recording zelf terugzien. Kijk, vandaag zijn er bijvoorbeeld 30 mensen die een uur kijken. Dan heb ik 30 uur aan aandacht gegenereerd. En als je dus rekent dat één persoon 7 uur het over doet om te consumeren, kun je 30 delen door 4, dan heb je dus 4 klanten gegenereerd met deze masterclass. Right? Dus zo reken ik hetzelfde door. Dus je wilt door blijven gaan met aandacht genereren. Vervolgens wil je ook aandacht blijven confronteren met een lancering. Dus dat je ook die training heb ik net weggegeven over lanceringen. Mocht je zelf die training over lanceringen willen ontvangen, laat dan even een comment achter met lancering. Sturen we je ook die training nogmaals toe, maar die heb ik net ook al weggegeven. Dus misschien hebben mensen die al aangevraagd. En deze training, dit is een hele waardevolle. Dit is een van mijn meest waardevolle trainingen tot nu toe. En dat is deze van moussaconsulting.nl/opt-in/bewezen LinkedIn-strategie. Als je naar mijn LinkedIn profiel toe gaat, hier zo, en je klikt hier op gratis LinkedIn training, dan kom je hierop uit. En dit is echt een van de meest waardevolle trainingen die ik heb. Die gaat over aandacht genereren en die aandacht converteren via LinkedIn. Dus die kan ik je daarvoor echt aanraden. Dus mocht je die ook willen ontvangen, laat anders gerust even een comment achter of zo. Dan kunnen we die ook gewoon meesturen met de andere dingen die je hebt aangevraagd. En dan heb je die ook in je inbox straks. Oké, je wil ook doorgaan met outreach, want hier nog steeds is de bottleneck.
Je wil jouw traject verkopen via sales calls. Dus je wil sales calls genereren. Dus je wil acties blijven uitvoeren die bijdragen aan het genereren van sales calls en die sales calls converteren. Dat is het eigenlijk. Dus het is vaak gewoon deze fase: twee keer zoveel sales calls genereren. En that's it. Dus het klinkt heel simpel zo. Het is absoluut niet simpel. Maar het begint dus allemaal bij het offer. Bij dit. Bij deze drie acties. Als die goed zijn, als die echt goed zijn, dan gaat de rest, wordt het zoveel makkelijker. Dat is echt. Misschien kennen jullie dat boek wel van The One Thing. Dat is dan van, hey, wat is het ene ding wat we kunnen uitvoeren om de rest veel makkelijker of onnodig te maken? Als je dat hebt met een coaching business, is het dit. Of een dienstverlenende business, of in het algemeen een onderneming, is het dit. Oké. Okay. Dan hebben we deze. De meest gemaakte fouten. Dus hier willen mensen opnieuw vaak starten met masterminds, groepstrajecten bouwen, et cetera. Maar ik raad het nog niet aan om dat hier te doen. Als je iets hoger zit, kan dat wel, maar vaak niet. Oké, hier ze proberen mensen ook te starten met appointment setters en sales teams. Dat is echt een absolute. Ik ga niet helemaal uitleggen nu waarom dat zo is. Dat is echt een absolute afrader als je minder dan 20k per maand draait. Dus ook hier niet door investeren in de business. Want kijk, als je 10k à 20k draait, dan kun je ook serieus je vermogen opbouwen. Geef financieel advies dit om te beleggen. Nu kun je nog meer open, want je wilt dus continu gaan kijken van, hey, oké, okay, waar kan ik mijn beschikbare middelen investeren voor de maximale output? En als je hier geld verdient, dan wil je opnieuw weer gaan kijken van, hey, oké, okay, nu heb ik deze beschikbare middelen. Waar kan ik dat investeren voor de maximale output in de vorm van meer geld? Right? Dus ik hoop als je echt één ding kan meenemen uit deze masterclass, dan zou ik kijken van, hey, heb inzichtelijk wat jouw beschikbare middelen zijn voor inputs. En kijk continu waar je die kan besteden voor de maximale outputs. Dat is het ene. En het tweede is dan, zorg dat je een heel goed aanbod hebt voor een hele goede niche. Dat maakt alles makkelijker. Die twee zijn echt de belangrijkste. Soms willen ondernemers hier ook gaan focussen op advertenties. Raad ik in het algemeen af, want de objective is gewoon twee keer zoveel sales calls te genereren. En als je nog iets verder groeit, dan kun je ook iemand anders gaan betalen om de advertenties voor je te gaan runnen. Dus dat is zelf een efficiëntere manier, vind ik zelf. Ja, en die willen het ook nu al passief maken. Dus dat is, als je iets hoger bent, dan kun je het passief gaan maken. Maar op dit punt is het nog steeds gewoon, nog steeds hard werken. Hey, wat zijn dan manieren waarop je dan klanten meer waard kan maken of meer klanten kan genereren? Opnieuw een hoger geprijsd aanbod, betere content en outreach, meer van die betere content, nog steeds case studies en reviews plaatsen, dus renewals van klanten en skillontwikkeling in copywriting. Dat is het. Dat zijn eigenlijk de punten die je dan uiteindelijk naar 10k per maand kunnen brengen met jouw coaching of dienstverlenende business. Dus dit is echt waarvan ik denk van, hey, oké, okay, alle belangrijke dingen. Ik hoop dat jullie heel veel waarde uitgehaald hebben, maar de masterclass is ook nog niet klaar. We hebben nog een ander mooi iets wat we samen kunnen behandelen. Maar ik zou het wel heel erg tof vinden. Ik denk dat dit wel, of ik hoop dat dit je een inzicht heeft kunnen geven. Zou je misschien jouw grootste inzicht uit deze masterclass kunnen delen in de chat? Gewoon hier in de LinkedIn chat. Gewoon het grootste inzicht. Ik ben zelf heel erg benieuwd. Dan kan ik daar eventueel ook meer content over maken. En ik krijg hier zelf klanten uit deze masterclass. Dat is natuurlijk ook een grote reden voor waarom ik het doe. Maar ik vind het ook gewoon echt oprecht heel erg tof om mensen waarde te geven en gewoon impact te maken. Gewoon om ondernemers niet door dezelfde fouten heen te laten gaan als ik met een minder goed aanbod, et cetera. Dus zou je misschien, dat zou ik echt fantastisch vinden, je grootste inzicht van deze masterclass kunnen delen in de chat. Alright. LinkedIn training. Oké, okay, perfect. Focus zou dat niet verschipperen. Ja, ook een hele mooie. Oké, okay, supermooi. Dankjewel, Sarah. Focus en doe wat al werkt. Ja, doe wat al werkt is ook een hele belangrijke. Het is ook een hele belangrijke. Supergoed, Jolanda. Die is echt, die is huge. Ja, aanbod. Oké, okay, perfect, Peggy. Oké, okay, thanks voor jullie reacties. Focus en elimineren. Oké, okay, ook een hele goede. Het zijn allemaal waardevolle inzichten. Oké, okay, perfect. Ik ga weer eventjes. Ik ga ze echt. Thanks dat jullie het zelf geplaatst hebben allemaal. Dat vind ik echt superleuk. Dus ik ga weer even verder naar het volgende. En dat is het 80-20 Power Grid. Dus deze is ook afkomstig. Laat het je niet overwhelmen met alle kleurtjes. Wat het in principe inhoudt, is het volgende: je hebt hier een overzicht van waar je je tijd kan besteden. En als je zelf dit Power Grid wil ontvangen, dan. Ik stuur je deze zo meteen toe, maar wat het eigenlijk is, is het volgende. Je hebt taken die je min 100 euro per uur opleveren, taken die je 0 euro per uur opleveren, taken die je 10 euro per uur opleveren, 100 euro per uur, 1000 euro per uur, 10.000 euro per uur en 100.000 euro per uur. Ik heb niet bepaald wat deze taken zijn,
Dat heeft een van mijn mentoren bepaald, Sam Offens heet hij. Dus hij draaide zelf dus 20 miljoen per jaar. En die 100.000 euro per uur, dus niet direct, maar meer voor de lange termijn. Dus neem het ook met een korreltje zout. Nee, oké, hoe zit het dan precies? Neem het met een korreltje zout. Maar je wil dus eigenlijk zoveel mogelijk taken hebben die je ook meer naar rechts bewegen. Dus je kan dan straks voor jezelf inzichtelijk maken van, hey, dus je rekent dan uit hoeveel uur per week je besteedt aan alcohol drinken. Of blowen of andere drugs gebruiken. Of ongezonde zooi eten. Of omgaan met energiezuigende mensen. Of stressen om onnodige zaken. Of je woord niet nakomen. Of scrollen op TikTok, Snapchat of Reels. Of je wekker snoezen. Of je slaap- en waakritme verpesten. Hoeveel je daarmee bezig bent in de week. En dan heb je dus inzichtelijk hoeveel van jezelf je saboteert. Dat is die. En dan kun je voor jezelf inzichtelijk maken van, hey, oké. Hoeveel tijd ben ik kwijt aan 0 euro per uur taken? Dus bijvoorbeeld Netflix kijken op docus na. Of scrollen op Facebook, Instagram of LinkedIn. Dus gewoon scrollen. Of videogames spelen. Of reistijd. Of andere mensen hun levens volgen. Die leveren je niet per se iets op. Kijk, als je op LinkedIn scrollt voor iets heel specifieks, dan kan het. Maar die leveren niet per se iets op. Dan 10 euro per uur. Dus 10 euro per uur taken. Boodschappen doen. Koken, opruimen of de vaatwasser inpakken. Niet belangrijke meetings bijwonen. Andere huishoudelijke taken doen. E-mails en DM's beantwoorden. Dus van niet gekwalificeerde leads. Dus bijvoorbeeld gewoon met mensen die niet iets van je kunnen, niet een sales call met je inplannen of niet iets van je kunnen kopen. Basic klantenservice. Gewoon alle WhatsApp-berichten beantwoorden of je website bewerken. Dat zijn allemaal taken die 10 euro per uur opleveren, dus voor jouw business. En dan komen we uit bij de volgende. 100 euro per uur. Dus als je zelf wil groeien naar je eerste 10K maand, zal je hier ook veel van je tijd gaan besteden. Problemen oplossen voor klanten, sales calls, social media content schrijven, gekwalificeerde leads benaderen, dus outreach of zetten. Dus het uitbesteden van 10 euro per uur taken aan je VA, handleidingen voor bijvoorbeeld je VA maken of relevante cursussen bekijken. Die cursussen blijven trouwens ook allemaal relevant. Maar als je dus wil groeien naar je eerste 10K maand, dan wil je dus eigenlijk zoveel mogelijk van deze taken gaan elimineren. En zoveel mogelijk van je tijd hier of hier of hier besteden. Maar de meeste tijd zal je dan hier gaan besteden. Dat is het. Dus je wil eigenlijk gaan, die wil je, zo, je wil het inzichtelijk maken voor jezelf. En dan hier vooral de focus hebben om te groeien. Kijk, okay, want het volgende is 1000 euro per uur. Dat is het plannen van je dagen en weken. Waarom? Als je dat goed plant, dan heb je dus beter inzichtelijk waar je jouw inputs kan besteden voor de maximale outputs. Of sales calls doen met extreem warme leads, die gewoon een hele hoge kans hebben om te converteren. Dat is meer waard dan gewoon algemene sales calls. Dit is dan een 4-zel-strategie. Dus dat is meer een weggever, dus dat is ook een vorm van een weggever. Want een weggever als deze, als je nu deze master, ik bereid deze master als één keer voor 3 uurtjes van mijn tijd. Ik presenteer hem live op LinkedIn. Ik denk dat het allemaal al iets van 2 uur gaat duren. Nou, die recording kan ik op YouTube plaatsen. Die kan ik gebruiken als gratis weggever. Soms komen er niet 30 mensen kijken, maar gewoon 1000 mensen kijken op een dag dat niet Pinksteren is. En dan heb je gewoon enorm veel aandacht in één keer, right? Dus een 4-zel-strategie maken of gewoon weggevers creëren is enorm waardevol. Ook dingen zoals uitbesteden van 100 euro per uur taken. Dus op een gegeven moment wil je ook een team gaan bouwen voor sales calls, voor content, voor setting, voor VA's. En dan heb je dus 1000 euro per uur. En dan kun je dus ook groeien naar ongeveer de 100.000 euro per maand als je deze helemaal goed doorloopt. Van oké, okay, want dan heb je een team die het voor je uit handen neemt. Dus een appointment setter, een copywriter, een sales rep, een delivery assistent en een VA. En dan kun je zelfs schalen naar de ton per maand. Dat is ook eigenlijk deze fase. Dus in die fase wil je dit allemaal gaan uitbesteden en dan hier zoveel mogelijk in zitten. Dus ook dingen als sporten, mediteren, allemaal bidden. Gewoon de lange termijn acties hiervoor. Right? Nou, dan vervolgens, als je wilt schalen van 100k per maand naar 1 miljoen per maand, dan kan ik nog niet volledig beamen of het ook helemaal zo werkt. Want ik zit nog niet op de 1 miljoen per maand. Ik heb het nooit gehaald. Mijn record is dus 200k in de maand. Kijk, deze was helemaal accuraat. Deze was volledig accuraat. Want dit was ook steeds mijn focus en nog steeds heel veel van mijn focus. Nu ik wil focussen op groeien naar de 500k per maand. Kijk, nu ben ik ook hiervan mee bezig. Dus het volgende is je producten verbeteren. Want nu op dit punt heb je ook veel klanten die ook dan steeds meer. Want kijk, in het begin is het vooral sales calls genereren. Dan krijg je met de sales calls krijg je extra omzet. Maar op een gegeven moment heb je ook heel veel klanten. Dus als je dan je producten steeds blijft verbeteren, zeg maar, dan zit daar ook heel veel upsells achter. Dus je product verbeteren. Dat moet je sowieso trouwens doen voor goede mond-op-mond reclame, maar hier wordt het nog extra relevant.
Dan is deze je propositie verbeteren. Hier hadden we het over. Deze is ook al meteen 10.000 euro per uur in de start. Dit is dus die punten van je niche, je aanbod, je mechanisme, al die punten. Dat is dit. Dus dat zijn die punten. Daarom staat hij bij 10.000 euro per uur. Dat is nog steeds bij mij ook het geval. Ik ben continu bezig om te kijken hoe kan ik mijn propositie verder optimaliseren. Want ik weet nog steeds, een verandering in mijn aanbod kan mijn business helemaal veranderen. En bij jou is het ook het geval. Dus daarom staat deze ook zo hoog. Dit is echt die 3%. Het volgende is recruitment van teamleden bij die 10.000 euro per uur. Dus het stukje, kijk hier zo is, kijk hier bouw je in principe een basisteam op voor de sales calls, de content, de appointment setting, et cetera. Maar hier ben je ook heel veel bezig met recruitment. Ik zei net ook al, wij zoeken nu een hele goede, gewoon de beste marketeer van Nederland. Want ik weet dat het voordeel voor mij om te schalen nu zit echt in mijn team. Dus ik ben nu ook veel bezig met recruitment. Van hey, oké, hoe ga ik die beste marketeer van Nederland vinden? Het verbeteren van de teamcultuur. Want nu doen heel veel teamleden doen allemaal acties voor je. En die gaan dan harder werken, die blijven langer bij je, et cetera. Dus dan is dat het voordeel. Op de missie, visie en kernwaarden bepalen voor je team. Om hun op die manier beter te laten presteren. Kwartaalreviews doen, ook een hele belangrijke. Kosten verminderen. Deze had Sam bij 10.000 euro per uur gezet. Omdat hij zei van ja, als je één keer kosten vermindert, is het vaak op de lange termijn, levert het je veel meer dan 10.000 euro op. Verkopen aan gekwalificeerde groepen. Dus dat is bijvoorbeeld ook dit wat ik nu doe. Dus bijvoorbeeld mensen die kijken naar mijn LinkedIn Lives. Deze keer zijn het dus 30, maar soms zijn het er ook 1000 geweest of 1500. Ja, dan verkoop je in één keer zelf aan gekwalificeerde groepen. Dus dat is enorm, dat is veel meer dan 10.000 euro per uur. Reflectie en een eerlijke analyse van jezelf. Dus gewoon echt goede zelfreflectie doen. Dus ook mindset training, et cetera. En terugkerende problemen oplossen. Als je steeds nu in jouw business problemen ervaart, die steeds weer gewoon terugkerend zijn en die oplost, levert dat je heel erg veel op. Dat is dus de 10.000 euro per uur. Nou ja, het volgende is dan, als je dan wil schalen naar dit is dan 10.000 euro per uur keer 100 is 1 miljoen per maand. Dus als je 100 uur per maand dan hieraan werkt, is het 1 miljoen per maand. Nou, als je dan deze doet, 100.000 euro per uur, er zijn ondernemers die 10 miljoen per maand omzetten. Dus die zijn er. En dit zijn alle belangrijke acties die zij vooral doen volgens Sam Ovens. Wat zijn die acties? Dus dan, en kijk, als je hier zit, betekent het niet dat je hier zo geen taken meer uitvoert. Hè? Want hier creëer ik nog steeds weggevers. Dus ze overlappen ook. Maar je merkt eigenlijk steeds dat. Okay, stel je voor, je wilt groeien naar 10k per maand. 1000 euro per maand is het eigenlijk hier voor, of hier nog een beetje. Of hier vooral 1000 euro en 10.000, maar nog wel een klein beetje hier. Richting de 10.000 zit je een beetje hier en hier, sorry. Hier zit je een beetje hier en hier. En heb je dit vaak allemaal wel uitbesteed? Dan hier zit je hier en hier. En is dit allemaal uitbesteed? Right? Ik doe ook geen sales calls meer, levert me veel minder op dan bijvoorbeeld een LinkedIn Live doen. Dus hier is dit allemaal uitbesteed. En dan hier wordt dit weer allemaal uitbesteed. En dan ben je hier vooral bezig met deze twee. Dat zijn de volgende dingen. Dus deze is heel erg interessant. Warren Buffett. Dus Warren Buffett is de eigenaar voor mensen die hem niet kennen. Ik vind het echt super interessant. Hij is de eigenaar van Berkshire Hathaway. Dat is een investeringsbedrijf. Dus het is echt gewoon het zesde grootste bedrijf ter wereld. Op basis van marktwaarde. Dus echt super groot. En Warren Buffett is daarvan de eigenaar. Of de CEO. En hij zei: als ik een bedrijf aankoop, dan vind ik het best als alles gewoon blijft runnen zoals het runt. Alles. Maar ik wil controle hebben over twee dingen. Ik wil controle hebben over kapitaalallocatie. Ook wel. Welke middelen hebben we? En waar ga ik die besteden voor de maximale output? En salaris- en incentivesbeslissingen. Dus oké, de teamleden die we zelf hebben, hoe kunnen we die belonen op een manier waardoor ze beter gaan presteren? Want incentives zijn alles. Dus die twee dingen vond hij de allerbelangrijkste. Komt ook goed overeen met de beste CEO's denken als investeerders, want hij plant dus de investeringen. En voor jouzelf is dat ook het geval. Daarom liet ik je ook aan het begin van deze masterclass een oefening doen van hey, hoeveel geld heb je momenteel beschikbaar? Hoeveel tijd heb je beschikbaar? Hoeveel gefocuste tijd heb je beschikbaar? Dat kun je dan investeren in de zaken voor de maximale output. En het is niet alleen voor business, gewoon ook alles persoonlijk, maar zo werkt het zelf. Dus dat is echt, als je daarover gaat zitten en gaat kijken van, hey, dit zijn nu mijn middelen. Hoe kan ik die gewoon optimaal plannen en besteden? Volgens hem 100.000 euro per uur. En ik snap het ook volledig, maar als je zelf een grote business hebt die ook al, wat is het, 1 miljoen per maand draait, heb je ook veel meer kapitaal om te besteden natuurlijk, of 10 miljoen per maand. Dus dan moet je het ook meer doen, maar gewoon nu in het begin ook al super waardevolle taak. Salaris en incentives heb ik net al gehad, maar als je geen teamleden hebt, is het minder relevant voor je dan deze. Partners voor op de lange termijn vinden. Als je zelf een goede partner hebt, iemand die ook gewoon jouw klanten steeds kan doorverwijzen, is dat echt een enorm waardevolle zet. Dus partners zijn echt fantastisch. Een strategie bepalen voor op de lange termijn, ook een hele goede. Dat levert je ook als je dat goed doet. Als je dus echt goed kijkt van, hey, oké, hier ga ik voor de langere termijn mijn inputs instoppen voor de maximale output, levert het je veel meer op dan 100.000 euro.
En radicale innovatie is ook net even wat anders. Kijk, aan het begin is het dus dat je vooral naar mijn mening wil doen wat werkt. Maar op termijn, dus nu, ben je ook op een, nu kom ik ook een beetje op een punt, dat ik al heel erg veel dingen doe die werken. En dat ik juist ook bijvoorbeeld wat beschikbaar heb om te gaan innoveren. Dat ik bijvoorbeeld ga kijken van, hey, LinkedIn advertenties worden nog niet heel erg veel gebruikt. Maar ik ga het als eerste werkende krijgen. Want als ik dat kan innoveren en het kan laten werken, dan loop ik weer helemaal voor op de markt. Dus dan is dat weer een ander principe. Dus dat zijn eigenlijk de uren, of gewoon onderbouwd op waarom de punten hier zo in staan. En wat je dan kan doen, je kan een kopie maken van dit bestand. Als je een comment achterlaat met power. Power. Maar doe maar grid. Anders denken mensen van, waarom kom je power? Doe maar grid. Grid. Dan sturen we je deze toe. En dan kun je hier zo jouw uren invullen. En dan als je alle uren invult, dan komt hier ook een weekloon uit. Van je toekomstige weekloon. En dan heb je ook per week. Dus ik heb nu 380.000 euro in een week. En deze heb ik wel een tijdje geleden al ingevuld. Het is een paar maanden geleden ingevuld. Maar dan zie je ook waar mijn tijd toen af en toe nog heen ging. Dus ook, kijk, ook ik zie je soms nog. Nou, scrollen af en toe een beetje, reistijd, stressen, zooi eten, weet je wel, alcohol niet, maar slaap en waak verpesten. Nou, e-mails en DM, weet je wel. Dus je hoeft ook niet helemaal perfect te zijn. Alleen, dus je hebt wel, kijk, het meeste zit allemaal hier en hier nog een paar dingen. Dus die kun je dan invullen, dan heb je je toekomstige weekloon. En op basis hiervan kun je ook weer inspiratie opdoen van, hey, oké, wat worden nu echt mijn inputs die ik dus ga besteden voor de maximale output? In eerste instantie richting 10k per maand. En dat zal dan vaak in deze, dat je zoveel mogelijk hier wil zitten. Dat je gewoon 100 uur van je tijd hier zo mee bezig bent in de maand. Nog een klein beetje hier. Een klein beetje hier. En dan kom je uit de 10k per maand. Dat is deze. Ik zal deze wel even meteen in de chat neerzetten voor jullie. Dan kunnen jullie meteen een kopietje daarvan maken. Grid, grid. Oké, even kijken. We stappen gewoon per fase uit. Stapjes terug naar doelen toe werken. Oké, supergoed. Wat vinden jullie trouwens van deze grid, jongens? Vinden jullie dit een interessante sheet, toch? Ik vond deze, toen ik dit ook zag, dacht ik echt van, ah, dit is zo gruwelijk dit, toen ik dit de eerste keer zag. Oké, de grid is nu verstuurd in de chat. Oh. Ben ik nog live? Oké, ik ben nog live. Gelukkig. Ja, perfect. Ik klik even op iets anders. Dus hier, kun je hier zo klikken en een kopie maken? En mocht iemand, als je hem niet kan vinden, laat dan even weten in de chat. Dan stuurt iemand anders heeft het linkje al wel, dan stuurt diegene het linkje gewoon even opnieuw. Dan kun je hier zo een kopie maken van de grid. En dan kun je die zo invullen. Dat is zelf deze. Oké. Dan hebben we die. Dan is het volgende. Dit vind ik een interessante vraag voor iedereen. Want we hebben nu deze dingen behandeld. Maar als er één beslissing is die startende ondernemers en dan vooral coaches en dienstverleners moeten maken, wat denk jij dan? Wat is dan, denk je, naar jouw mening, de belangrijkste ene beslissing die zij moeten maken, wat gaat bepalen hoeveel resultaten ze gaan boeken? Eén beslissing. Wat denk je dat het is? Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoorden. Want als iemand die goed heeft, dan krijgt hij ook iets op. Want zo, twee mensen hadden ook iets goeds, ik ga het onthouden. Alleen als iemand deze goed heeft, wat naar mijn mening, dit is niet een goed of fout antwoord, maar mijn mening deel ik zo meteen. Wat denk jij dat de ene belangrijkste beslissing is die ondernemers, startende ondernemers, moeten maken voor de maximale groei? Ik ga over 15 seconden ga ik mijne delen. Dus 15, 14, 13, 12, 11. 5. 4, 3. Laat het even weten in de comments. 2, 1. Oké, is checken. Wat denken jullie dat is? Ik zie hem niet. Oké. Iemand heeft volgens mij een comment geplaatst. Oké, geen probleem. Ik ga even een commentje plaatsen zodat ik zie of iemand het check. Excuses als ik jullie comments niet zie, jongens, dan kijk ik straks eventjes terug. Maar wat is naar mijn mening nou echt de belangrijkste beslissing voor startende ondernemers om te maken? Het is de mentor die je kiest. Echt, oprecht. Want je hebt hierboven heb je je middelen besteed. Kijk, en je kan de ene keuze, want de mentor die je kiest, dat bepaalt welke niche, aanbod, mechanismen, et cetera, je krijgt. Dus als je een hele goede mentor hebt, dan helpt diegene je om een heel goed aanbod en mechanisme te kiezen. En als je een slechte mentor hebt, dan gebeurt dat niet. En dan, dit is dus hetgeen wat
50% van het resultaat oplevert in je business. Right? Dus als je een goede mentor kiest, want je hebt waarschijnlijk niet heel veel kapitaal beschikbaar. Je hebt bovenaan heb je neergezet, hey, ik heb nu zoveel resources beschikbaar. Alleen die wil je ook weer op de beste manier gaan besteden. Er is waarschijnlijk niet, zijn, staan waarschijnlijk niet tienduizenden euro's op. Want anders kun je meerdere mentoren hebben. Maar je kan het geld dat je hebt maar één keer besteden. En je hebt ook zelf cash nodig. Dus de tijd kun je ook maar één keer besteden voor de maximale output. En in wie je investeert, dus vooral welk traject je koopt en van wie. Waarin je investeert, dat bepaalt welke niche je kiest dus. Welk aanbod je krijgt, welke verpakking. Dat is ook een hele belangrijke, de verpakking van je aanbod. Niet heel veel op gehamerd in deze masterclass, maar dat is ook super belangrijk. Welke strategie je gaat bepalen. Dus waar je dus jouw inputs voor de rest van de inputs die je hebt gaat besteden voor de maximale output met zo min mogelijk risico. Waar je dus ook vooral niet op gaat focussen. Hoe goed jouw marketing en sales skills worden, waarmee je dus sales calls gaat genereren, et cetera. Als je de verkeerde mentor kiest, heb je dus een niet goed aanbod. Heb je niet de skills om sales calls te genereren en heb je dus ook geen klanten. Dat is het eigenlijk. Dus ik denk oprecht dat hier ben ik achter gekomen door ook weer die vraag te stellen van de one thing van hey, welk ene ding moet ik doen om de rest om het of gewoon onnodig of veel makkelijker te maken? Dat is een goede mentor kiezen. Dus je wil gaan kijken van hey, wat is nu je huidige bottleneck? Want stel dat jouw bottleneck is, kijk, stel je voor als we het voorbeeld pakken van deadliften. Dus hier gebruik je dan de theory of constraints. Als je een deadlift voorbeeld pakt, stel dat jij kan deadliften en jij kan nu zelf 200 kilo deadliften. En jouw benen kunnen in principe, jouw bovenbenen, voorkant kan in principe 300 kilo aan. Jouw hamstrings kunnen 400 kilo aan. Jouw schouders kunnen 300 kilo aan. Maar jouw grip, die kan maar 200 kilo aan. En je kan nu 200 kilo deadliften. Dat komt dus omdat jouw grip maar 200 kilo aan kan. De rest kan allemaal al 300 kilo aan. Wat heel veel ondernemers dan doen is, ze gaan niet die grip trainen, maar ze gaan andere dingen trainen, zoals de benen. Dan verhogen ze de benen van 300 naar 400. Maar als ze de grip verhogen van 200 naar 300, dan gaan ze dus groeien. Dat is de bottleneck, dat is de constraint. Waar ze dus de focus, waar ze hun tijd, dus met sport is het dan je tijd en energie, met business is het ook het geld dat je hebt. Daarin wil je dat gaan investeren om dus ook verder te groeien met je business naar het volgende niveau. Tot er dan een nieuwe volgende bottleneck ontstaat. Right? Dat is het. En als je nu zelf een startende ondernemer bent die minder dan 10k per maand draait, dan is je bottleneck waarschijnlijk in eerste instantie je niche, aanbod, mechanisme, prijspunt en de verpakking van het traject. Want als die dus niet goed is, dan heb je al bijna verloren, right? Dat is die. Daarna is het vaak de bottleneck dat je, want als je het traject goed hebt, dan wil je dus gaan verkopen via sales calls. En om sales calls te genereren, moet je vaak twee dingen doen. Dus tegenwoordig maken veel mensen gebruik van organische marketing. Dat is een schaalbare manier. Er zijn ook andere methodes, maar dit zie ik het vaakste. De tweede bottleneck is dan vaak dat je niet de vaardigheden hebt om leads te genereren via social media, via organische marketing. Dus dat je niet de tekstschrijfskills, copywriting, ook wel tekstschrijven en storytelling skills hebt om die leads te genereren. Dat is het eerste. Want daardoor krijg je niet de leads in je inbox die jou benaderen. En het tweede, dus als je dan en een goede aanbod hebt en leads kan genereren, dan wil je die leads ook gaan converteren via de DM's. Dus dat ze via de DM een call inplannen en in de sales call converteren. Dat zijn eigenlijk de drie grootste constraints. En de eerste zit hem dan vooral in dit. En het voordeel is, als je dat doet samen met iemand, dan kan het best wel snel gefixt zijn. Dan kun je gewoon in een paar sessies kun je een heel goed aanbod hebben, wat helemaal geoptimaliseerd is, et cetera. Doe je dit zelf, dan kan het maanden duren. En dan ben je ook steeds aan het twijfelen van, hey, is het wel goed zo? Moet ik eigenlijk niet iets anders doen? Dus dan kan je heel veel tijd verspillen. Als je dan het goede aanbod hebt, dan is de volgende constraint dus de content en copywriting skills om de leads te genereren. En als je dan veel leads hebt, dan wil je die gaan converteren. Dat zijn vaak de drie bottlenecks. En strategie is dus nogmaals bepalen waar je gelimiteerde inputs aan gaat besteden voor maximale outputs. Dus waar je jouw geld, jouw tijd, energie en moeite in gaat stoppen voor het maximale resultaat in jouw business. Dat is eigenlijk kijken wat je strategie is. Dus echt bepalen, want je kan oneindig dingen doen, maar je wil je gelimiteerde middelen wil je besteden aan dingen die maximaal output genereren. Ik heb bijvoorbeeld regelmatig klanten gehad die meer leads wilden genereren, maar hun prijzen eigenlijk keer 2 tot keer 5 konden doen. Op die manier gewoon met exact dezelfde input voor hun business, hun omzet en winst. Dus kijk, stel je voor, dus hun omzet en winst meer dan verdubbelen, maar je blijft er niet bij. Okay, stel je voor, ik ga even een voorbeeld geven van omzet en winst. Dus stel iemand zijn traject is nu 2000 euro. En van die 2000 euro is, laten we zeggen, of nee, stel je voor, ik pak hem even beter. 1000 euro. Iemand heeft nu een traject van 1000 euro dat hij verkoopt. Is al super laag. En van die 1000 euro is 500 euro winst.
Als je de prijs dan verhoogt naar 2000 euro, dan heb je dus twee keer zoveel omzet, maar de winst wordt dan drie keer zo hoog. Right? Dus je kan echt absurd veel meer winst krijgen door gewoon te kijken van hey, prijspunt, verpakking van het traject, aanbod, et cetera. Als het zelf mogelijk is. Dus hierdoor kun je ook extra winst genereren voor jouw business. En ik vind zelf daarom ook de vraag, heel veel mensen vragen in de sales calls van hey, maar denk je dat je jouw investering zou terugverdienen met ons programma? En dan vragen ze het alsof ze heel slim zijn. En dan is het altijd ja, tuurlijk verdien je het terug. Maar de vraag is niet, verdien ik het terug? De vraag is, waar verdien ik het meeste terug? En bij heel veel mensen verdien je het traject niet het meeste terug. Right? Of dan zit er niet alles in. Dus ja, tuurlijk, met een beetje coaching kun je zelf heel veel actie ondernemen en dan alsnog terugverdienen. Maar als je een andere plek hebt waar gewoon alles is wat je nodig hebt en waar je gewoon alles krijgt van de beste van de beste coaches om je business te laten groeien, levert je waarschijnlijk meer output op. Dus dat is die. Dat kan bij mij zijn, kan bij iemand anders zijn. Maar ik zou het op die manier analyseren als ik jou was. Dus ik zou zelf aanraden om iemand te zoeken die het pad al heeft bewandeld, niet bewandeld. En ook anderen zoals jou geholpen heeft om het pad te bewandelen wat jij zelf bewandeld hebt.